Ik verzoek de rivier de getuigen binnen te leiden. Heel goed. Goedemorgen iedereen. Ik open deze vergadering. Welkom meneer Van der Wansem en meneer Werner namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Zoals u inmiddels weet, wij doen onderzoek naar opzet en werking van het stelsel waarin de coöperaties opereren. En we kijken ook naar incidenten die daar plaatsvinden. En wij willen graag weten wat er nou precies is gebeurd, hoe dat allemaal kon gebeuren en ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En vandaag willen wij antwoorden op die vragen met betrekking tot de derivaten in de coöperatiewereld en specifiek bij Vestia. En in dat verband, heren, wordt u beiden gezamenlijk gehoord als getuigen door onze commissie. Dit verhoor vindt plaats onder ede. En u heeft er beide voor gekozen om in dat verband de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Meneer Van der Wansem, als u even wil gaan staan en mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat nu onder ede, neemt u plaats. Meneer Werner, u heeft beloofd dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, neemt u plaats. Ik verzoek u de microfoon aan te laten staan en waar noodzakelijk iets naar u toe te buigen. Als dat, want je kunt hem goed bewegen. Ja. Dan kan ook de meneer van verslag alles goed volgen. Wilt u zich melden als dat even niet gaat, dan hou ik dat in de gaten. Ja? Ja. Goed, we beginnen met het openbaar verhoor. U vormt samen sinds een jaar of vijf het financiële adviesbureau Capitat. En u heeft beide ook een ruime ervaring in de financiële wereld, ook internationaal. En voor banken in Engeland en de Verenigde Staten en zelfs voor het IMF heeft u gewerkt en geadviseerd. We begrijpen dat u in 2009 in contact kwam met de Nederlandse woningcoöperatiesector. En sindsdien heeft u ook diverse van die coöperaties tot uw klanten mogen tellen. En daaronder zaten ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Financieel Toezichthouder, het Centraal Fonds. Voor al die partijen heeft u wel iets gedaan. En in die laatste rol bij het Centraal Fonds heeft u ook inzicht gekregen, goed inzicht, in de derivatenportefeuille van Vestia. Onze commissie heeft een aantal vragen aan u over derivaten en ook over de specifieke derivatenportefeuille van Vestia, maar ook nog wel over de financiering van de coöperatiesector in wat algemenere zin. Ik geef om te beginnen het woord aan de heer Bashir. Heren, welkom. Ik ga u een aantal vragen stellen namens de commissie en het is aan u zelf om te bepalen wie van jullie het woord gaat voeren. Jullie zijn financiële specialisten. En laat ik eens bij het helemaal begin beginnen, namelijk kunt u in een hele simpele taal voor onze commissie, maar ook voor het publiek uitleggen wat een derivaat is? Ja, dat zal ik doen. De derivaten waar we het over hebben zijn instrumenten om in principe het renterisico af te dekken. En wat is het renterisico? Is de schommeling van de rentekosten. Dat is de bedoeling. Dat is een derivaat waar we het over, algemeen over hebben. Ja. Maar je kan ook andere soorten derivaten hebben.
Namelijk, er zijn in alle soorten en maten, toch? Ja, het begint met een simpele derivaat die voor het afdekken van leningen met een variabele rente. Je kan allerlei varianten erop verzinnen. En wat met name een probleem zal zijn, is de varianten waar een optionaliteit in zit, waar een optie zit die wordt verkocht. Je kan allerlei structuren maken die ook zeer ingewikkeld zijn om uit te rekenen wat precies de waarde is. En ik denk dat daar de angel zit in dit hele verhaal. Ja, daar komen we zo meteen met u op terug, van wat ook Vestia voor derivaten uiteindelijk heeft afgenomen. Maar ik wil met u terug naar 1 april 2009. Toen was er een congres van het Waarborgfonds, een jubileumcongres. Dat was tevens ook het congres waarop afscheid werd genomen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds, de heer Van Dam. Volgens mij was u beide op dat congres aanwezig. Kunt u voor ons beschrijven welke indruk u kreeg op dat congres? Meneer Diepak. Nou, het was inderdaad een groot congres waar de hele corporatiewereld begrijpelijkerwijs aanwezig was. Daar waren een aantal plenaire sessies. Dat ging met de landsfilosoof tot en met werkgroepen of workshops waar ook Marcel de Vries in de tijd was uitgenodigd om een presentatie te geven over zijn gebruik van derivaten. En dan heeft hij zich in de tijd gericht op een specifiek derivatenproduct. Ja, want de heer de Vries, de trusserer van Vestia, die gaf daar ook een presentatie. En ja, daar was hij ook bij aanwezig. Ja. En welke indruk gaf hij u? Hij is al die tijd toch een iemand waar men in de corporatiewereld, in die wereld van de treasury in elk geval, tegenop keek. Een van de grootste corporaties, actief. En hij gold als een autoriteit, zegt hij. Hij gold als een autoriteit. En in die hoedanigheid kwam hij daar een presentatie geven over een vrij complex product. Namelijk het gebruik van constant maturity swaps. En dan niet eentje, maar twee tegenover elkaar. En hoe hij dat had gedaan en hoe hij daar tegenaan keek. Heeft u hem eigenlijk ook vragen gesteld? Ja. Weet u nog wat u hem gevraagd hebt? Nou, wij vanuit onze eigen tijd in Londen weten we dat specifiek met betrekking tot dat product zelfs de grootste banken daar verschillende modellen op nahouden en verschillende waarderingen tegenaan zetten. En het ook niet altijd met elkaar eens zijn over hoe dat gewaardeerd moet worden. Het lijkt een vrij eenvoudig product op de vlakte, maar wat eronder zit is heel complex. En wij hebben dus op een gegeven moment de vraag gesteld van, ten eerste, kan je dat wel waarderen? En kan je de onderliggende risico's goed zien? Want wij wisten gewoon hoe ingewikkeld die producten waren. En in de puur professionele wereld zijn er niet veel mensen die dat product gebruiken. Ja, u zegt, er zaten hele grote risico's aan het product. Als u terugdenkt, begreep Marcel de Vries wel alle aspecten van het product? Dat kan ik me haast. Ik bedoel, ik weet dat niet zeker natuurlijk. Dat zou u aan hem moeten vragen. Maar dat kan ik me haast niet voorstellen, omdat daar al zeg maar in de puur professionele wereld al veel discussie over was. Over de achterliggende variabelen. Ja, dus u zegt, ik kan me niet voorstellen dat hij alle aspecten van het product begreep. Nee. Hij gold als autoriteit en hij gaf een presentatie aan andere kasbeheerders van andere woningcoöperaties, waarin hij uitleg gaf hoe dat product te gebruiken. Correct. En dan gaat het met name om het risicoaspect van het product. Het product zelf begrijpen en uitleggen is prima. Maar het gaat met name om, als de rentestructuur dan verandert, dan heeft dat allerlei consequenties voor je waarde. En dat kon hij onmogelijk in zijn Excel-sheet uitrekenen. En daar waren we ook echt zeer verbaasd over in de corporatiesector om met zulke producten te werken. Ja. En dat hebben we toen in die tijd aan iedereen die daar was ook verteld.
Want we waren echt erg verbaasd. Want hoe was de reactie uit de zaal? Waren die ook kritisch of die lieten zich alles over zich heen komen? Nou, ik kan me nog herinneren dat wij een beetje achter in de zaal zaten. Dat mensen wel een beetje omkeken van God, wat is er nou voor lastige vraag? Ik denk dat er over het algemeen, als je als autoriteit wordt gezien, dan had men niet de neiging daar heel kritisch over te zijn. Ja. Het is ook niet zo, nogmaals, aan de oppervlakte lijkt het interessant, maar het zijn het zijn sexy producten, om het zo maar te zeggen. En ja, dan is het niet zo heel vreemd als mensen daar met een redelijk enthousiasme naar kijken. Want u hebt zich toen daarna natuurlijk ook zorgen gemaakt. En heeft u ook met uw zorgen iets gedaan? Heeft u bijvoorbeeld de heer Van Dam aangesproken? Ja, onder andere hebben we de heer Van Dam aangesproken. Wat was zijn reactie? Ik denk dat hij niet begreep dat of niet overtuigd meteen was dat gevaarlijke producten was. En we kregen als antwoord dat het WSW alles onder controle had. Kan ik me enigszins voorstellen dat derivaten niet de specialiteit is van meneer Van Dam. Nee, kijk, daarom toevoegend. Kijk, dus dat was nadat al die sessies stond de heer Van Dam toevallig daar en bij de receptie en we liepen op hem af. Maar ik bedoel, als we echt hier dieper over hadden willen praten, hadden we misschien met de commissaris professor Boot gesproken. Want dat is toch die waarschijnlijk de expert in dat terrein. Ja, want later heeft u wel uw zorgen ook aan anderen binnen het Waarborgfonds geuit. We hebben dat toen al gedaan en ja. Later hebben we dat ook gezegd, ja. Kunt u daarop ingaan? Wie waren dat? Aan wie heeft u dat gedaan? We hebben daar natuurlijk over gesproken. Van die toen waren er, van de post was er, wie waren er? Iedereen van DSW was er. Ja, ik denk dat we met Martijn Rink en met Erik ter Hegge, ik bedoel, kijk, we kenden niet zo heel veel, we zaten nog niet zo heel lang in die sector. We kennen een aantal mensen, maar niet zoveel. Maar die mensen die we dan toevallig kenden, daar hebben we, dan spreek je daarover. Ja, en u hebt vervolgens het verhaal verteld, hè, dat u zorgen had. En wat was de reactie aan de overkant van de tafel? Door de tijd heen hebben we weinig reactie gevonden. Ja. Want wij zagen natuurlijk ook iets van wellicht een opdracht om te kijken, om ze te leren, of de educatie te geven van hoe het dan wel zat. Ja. Want zegt u hiermee dat het kennisniveau niet voldoende was aan de overkant van de tafel bij het Waarborgfonds? Oh, absoluut niet. Nee. Ja. En de externe financiële toezichthouder, het Centraal Fonds, heeft u daar nog mee gesproken? Niet in die fase. Dat is pas. Een eerste contact hebben wij pas eind 2010 gezocht, maar een echt gesprek is het. Het was alleen een telefoongesprek om een afspraak te maken. En pas in januari 2011 hebben wij echt met het CFV een gesprek gehad. Ja. Want in die tijd heeft u met meerdere corporaties gesproken? Nou ja, het verhaal was eigenlijk zo dat we deden in de tijd hebben we. Kwam dat boven, nou, je doet dat, je bent gewoon een bijstaander en je signaleert dat. Voor de rest heeft dat, omdat dat geen tractie kreeg, niet zoveel gedaan. We hebben er later nog eens een keer het jaarverslag van Vestia, het jaarverslag van 2009 nagelopen. Daar hebben we ook onze contact over, wat vragen over gesteld aan het WSW. En nou, de tijd gaat op een gegeven moment voorbij. En dan heb je toch het gevoel van het Centraal Fonds, nou, die zou daar ook naar moeten kijken. Toen is dat. En er waren ook wat andere onderwerpen die we met hun hebben willen bespreken. En dat ging dan over de financiering als geheel voor de corporatiesector. Toen is dat in januari 2011 dat gesprek begonnen. En op dat moment hebben we pas voor het eerst over derivaten met hun gesproken. Ja, ja. En als u nu terugkijkt naar die periode, wat was volgens u het kennisniveau van derivaten, over derivaten in de corporatiesector? Bij CV? Of bij de corporatie zelf. Corporatie zelf. Nou, de corporaties die we hebben gesproken, was het niet erg hoog, nee. Nee, nee. Kijk,
derivaten, en misschien dat het punt wel belangrijk is om te maken, renteswaps puur het in een hele strikte zin afdekken van variabel renterisico of een bepaalde looptijd proberen te bereiken. Dus een bepaald renterisico management, daar kunnen eenvoudige derivaten zoals renteswaps heel goed bij helpen. En dat kan een heel valide, legitiem instrument zijn om te gebruiken. De vraag is op een gegeven moment alleen van wat er allemaal omheen is gekomen en in welke mate. En het grote probleem wat er eigenlijk speelde is dat het een sector was waar risicodenken ten eerste niet van nature kwam. Ja. Dat is ook niet zo vreemd, want het is een corporatiesector en geen financiële sector. En ten tweede dat er ook helemaal geen risicokader lag. En bij de afwezigheid van zoiets is het niet zo vreemd dat soort wildgroei op een gegeven moment ontstaat. Ja, want dit is wel een mooi bruggetje naar mijn volgende vragen. Want u zei zo net ook over het jaarverslag 2000, of het jaarverslag van Vestia, dat daar ook zaken in stonden die u aandacht vroegen. Ik wilde daarom met u naar het jaarverslag van Vestia over 2008. Die wordt natuurlijk iets later in 2009 pas gepubliceerd. En daarin is te lezen dat de derivatenportefeuille van Vestia een negatieve marktwaarde heeft van 762 miljoen. Is dat niet het jaarverslag van 2009? Nee, dat is al 2008. 2008, maar het is in 2009 pas gepubliceerd. Okay, ja. Klopt, ja, natuurlijk. Ja, en daar staat ook in dat Vestia zich niet beperkt tot alleen maar gewone derivaten. Waar u het ook over sprak, hè, van het gaat erom van wat er nou eromheen zit. Wat was uw analyse van dit jaarverslag? Nou, kijk, wij vielen daarover, maar waar hebben we vragen over gesteld? Dat was de doorzakoperatie die er toen is geweest. En daar hadden wij nog niet over gehoord. We wisten niet wat het was en toen wij vermoeden dat dat iets was waarmee je verliezen kon maskeren. In ieder geval bleek dat niet het geval zijn, maar wel een manier om een te grote risico op je liquiditeitsrisico op je derivatenportefeuille te verminderen. Kunt u nog in één zin uitleggen wat een doorzakoperatie is? Ja, een doorzakoperatie in principe heeft een lening, variabele lening met een derivaat erover, een swap. En daar maak je een pakketje van. En daar van een lening met een die eerst variabele lening coupon had met een vaste coupon. En als je dat pakketje maakt, krijg je een hogere rente. Ook voor het maken van het pakketje moet je wat meer betalen. Maar het grote voordeel, en dat hebben we eigenlijk nog niet besproken, is dat je dan het liquiditeitsrisico eruit haalt. Want als je derivaten hebt in hoge mate zoals Vestia, moet je onderpand storten boven een bepaald niveau. En de liquiditeiten die daarmee gemoeid zijn, heeft uiteindelijk gezorgd dat Vestia een liquiditeitsprobleem had. Ja. En kunt u ook uitleggen waarom het doorzakken dan verliezen maskeert? In die zin dat dat dachten wij dat het het geval was, want het is namelijk niet een normale operatie. Want aangezien de structuur van de portefeuille nogal ingewikkeld was, was dat ons eerste vermoeden. En het blijkt toch eerder te zijn, omdat Vestia blijkbaar toch dat liquiditeitsrisico naar beneden wil halen. Ja. Het kost geld om dat te doen. Want wat ook wel eens gebeurt is dat op het moment dat een derivaat een negatieve marktwaarde heeft, dat dat dan wordt omgezet in een lening. En dan heb je dus niet meer een negatieve marktwaarde meer op je derivaat staan, maar een lening. Dat is ook wat het geval was bij het jaarverslag 2008. Precies, en dan wordt dat verlies wordt eigenlijk uitgesmeerd over de hele looptijd. Maar omdat Vestia uitgebreid cost hedge accounting kreeg toegewezen, was het verlies ook niet
in de huidige portefeuille zichtbaar. Ja, want u zegt, dat hebben we gezien in het jaarverslag 2008. En dan is mijn vraag van, kan alleen een specialist dit soort dingen zien of hadden meer mensen dit moeten kunnen zien? Nou, iedereen ziet natuurlijk dat er allerlei optionaliteit in die portefeuille zit. Daar was geen geheim over. Nou ja, voor zover de portefeuille bekend is dan. Kijk, vanuit het jaarverslag kan je daar signalen uithalen. Als je die teksten leest en je ziet dat er toch flinke bewegingen in de liquiditeitspositie zijn, dat er zo'n doorzakoperatie plaatsvindt, dat er een grote beleggingsportefeuille wordt aangehouden. En je denkt van, dit is een corporatie en je combineert die dingen. Dan ga je vanzelf wel vragen stellen. Zonder dat je precies weet wat erachter zit, kan je daarvan wel van wakker worden, ja. En dat wil niet zeggen dat je begrijpt wat erachter zit, maar je kan wel aangestoken worden om het te willen begrijpen. Ja, en dat leidde tot zorgen bij u en dat heeft u vervolgens ook aan het Waarborgfonds gemeld, het WSW? Nou, het leidde meer tot vragen. Het was op dat moment dachten we van, hey, we hadden natuurlijk die presentatie in april gehad, daarna zie je op een gegeven moment jaarverslag, dan ga je, en dat keken we gewoon uit interesse, waar hadden we dat ingekeken, ook mede naar aanleiding van die sessie in april. En dan ga je gewoon vragen. Dus we hebben toen het Waarborgfonds opgebeld en gevraagd van, begrijpen jullie hoe dat zit met zo'n doorzakoperatie? Dat was ongeveer de... En hoe kijken jullie aan tegen liquiditeitsbewegingen? Dat was ongeveer de strekking. Dat is gewoon telefonisch gegaan. Ja, en wat was de reactie van het Waarborgfonds? Wat was hun uiting? Nou, degene die wij toen aan de telefoon hadden, die vond dat wel... Die vond het op zich wel goede vragen, geloof ik. En die heeft het gewoon uitgelegd hoe dat met de doorzak zat. Dus het was meer een technisch verhaal dan dat het een... We hebben gezegd, jongens, jullie moeten er direct achteraan enzovoort. Want je gaat er toch van uit dat zij daar redelijk dicht bovenop zitten. Ja. En dat je alleen wat vragen stelt. Maar wekte zij ook de indruk dat zij er bovenop zaten en echt wisten van wat er aan de hand was bij Vestia? Nee. Nee, achteraf kan je weer stellen dat we, tenminste achteraf heb ik presentaties gezien van het Waarborgfonds waar ze toch goed zicht bleken te hebben in 2009, waar ze melden dat 160 corporaties derivaten gebruiken en dat er voor een 16 miljard uitstond. In dat opzicht wist de WSW wel heel goed wat er aan de hand was. Ja, ze wisten wat er aan de hand was, maar wat tot nu toe uit de openbare verhoren ook gebleken is, is dat het Waarborgfonds altijd alles wat aan ze voorgelegd werd van een goedkeurende stempel voorzag. Dus ze zeiden van, het is allemaal goed, je kunt hiermee aan de slag gaan. En dan is de vraag die bij ons opkomt van... Ja, op basis van welke informatie heeft het Waarborgfonds dat soort besluiten genomen? Als u zegt van ja, ze wekten niet echt de indruk dat ze het allemaal wel goed door hadden, dan is dat een vraag die natuurlijk hier wel op tafel komt. En wellicht kunt u ook uw licht daarop laten schijnen. Ja, ik denk, ik denk dat ze het idee hadden dat ze het wel al goed door hadden. Het gaat erom dat... Het begrijpen wat het product doet is niet zo moeilijk, maar het gaat met name om de risicoaspecten. Die zijn niet goed begrepen en niet zo goed doorgrond. Ze komen natuurlijk ook niet uit die wereld. Ze moeten het ook maar van boekjes hebben. Dan is het moeilijk om dat ook precies zo aan te voelen. Ja. Wij komen natuurlijk meer uit, we zijn al 30 jaar zitten we in die wereld. Wat ik uit dit verhoor begrijp is dat u zegt dat er op het congres jubileumcongres van het Waarborgfonds een verhaal werd gehouden door een autoriteit, althans door iemand die als autoriteit werd gezien, terwijl hij zelf niet alle aspecten van het derivaat waar die uitleg over gaf kon overzien. Vervolgens zegt u van, wij hadden niet de indruk dat het WSW begreep waar ze mee bezig waren en alle risico's konden ze ook niet doorzien.
Maar we zien wel dat heel veel corporaties aan de slag zijn gegaan met derivaten. En dan is de vraag van aan u, van wat is uw analyse? Hoe kan het dat zoveel corporaties aan de slag zijn gegaan met derivaten? En dan niet alleen eenvoudige derivaten, maar ook derivaten waar ze helemaal niet zoveel van begrepen. Ten eerste over de autoriteit. Gemeente, kijk, in het land van der Blinden is één oog koning. Zo werkt in die sector met zijn benadering, zijn kaststroombenadering, niet echt risicodenken als een normale reflex, is het niet zo gek dat het zo gegroeid is. En zonder met een afwezigheid van een risicokader van buitenaf, al helemaal niet. Dus aan de andere kant waren natuurlijk, die treasury is natuurlijk dat zou niet een core business moeten zijn, want ze bouwen huizen en ze onderhouden huizen enzovoort. Het is sociale woningbouw. Maar vanwege de rentelasten die zo'n groot onderdeel van hun kosten vormen, is die focus daar wel op geweest. En natuurlijk dat idee van we moeten die rentelasten zoveel mogelijk omlaag krijgen. Het idee dat je op een gegeven moment daar met een rentevisie kan werken. Dat zijn natuurlijk allemaal aspecten die werden niet tegengehouden. Integendeel, die werden eerder, men versterkte elkaar. Dus het is, wat dat betreft was er een hele sfeer in de sector die daar op een positieve manier tegenaan stond te kijken. En ik denk dat je, dat als je daar helemaal in opgroeit, dat je op een gegeven moment niet beter weet. En het was meer dat wij puur van buitenaf kwamen en vanuit andere reflexen denken, dat we misschien wat sneller tegenaan hikten. We kunnen proberen of het voldoende is dat de microfoon gewoon in het midden blijft staan. Volgens mij gaat dat wel lukken. Dat is voor u ook niet zo vervelend de hele tijd aan dat ding te drukken. Sorry, ja, dat is prima. Nee, u doet het heel goed hoor, maar even terug naar het WSW, het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw. U beschrijft het met dat congres en de Vries met producten. U zei dat was een sexy product met die ingewikkelde Engelse naam net. Waarom was dat een sexy product daar ter plekke? De Vries daar uitlegde was niet zozeer of je een rente vast kon zetten of de rente kon verhogen. Er is eigenlijk niet één rente in de financiële markt. Dat is een hele serie van rentes afhankelijk van looptijd. Mm-hmm. En dat noemt men een rentecurve. En die rentecurve die beweegt in de tijd. En je kan posities innemen. Dat doen banken, dat is in de handelswereld gebeurt dat. Er kan posities innemen op die beweging van die rentecurve. En dat kan je met eenvoudige producten doen, maar je kan het ook met complexere producten doen, als constant maturity swaps. Wij komen zelf uit die wereld en we hebben zelf denk ik wel gehandeld op dat soort rentecurves, maar we zouden dat nooit aanraken met een constant maturity swap. Ja, wat maakt het sexy aspect, is dat omdat het technisch zo geavanceerd is hoge financiële techniek is? Ja. Dus als we dan de doorkoppeling maken naar het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw en het enthousiasmeren van de sector voor derivaten, zien we als commissie dat dit soort, om je woorden te gebruiken, sexy producten deed ook zijn intrede. Mensen gingen daar blijkbaar mee aan de slag. Dan komen we naar de risico's, waar de heer Werner het net ook over had. Hoe ging dat nou precies in zijn werk als het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw in het spel kwam en een rol moest spelen bij het kijken naar dit soort dingen en bij de portefeuilles van de corporaties? Hoe deden die dat? Hoe konden ze dat doen? Hoe konden ze marktwaardes ervan bepalen? Hoe deden ze dat? En die risico's ervan doorgronden en weer teruggeven aan corporaties? Ja, dat is een moeilijke vraag. We hebben daar niet bij gestaan. We hebben alleen het resultaat ervan gezien. Wat we wel weten is dat, dat is ook eerder in de verhoren aan bod gekomen, is dat het WSW type derivaten goedkeurde. En daar ook vrij ruim in was. Dus het proces van, deze derivaten mogen. Dat is één aspect. Het andere aspect waar men bij assisteerde was de documentatie die daaromheen hing. Want dat is een vrij complexe juridische documentatie. Men assisteerde daarin.
En vervolgens lag dat er en werd het, was er wel een rapportageplicht, geloof ik. Tenminste, wat wij begrijpen is dat op kwartaalbasis corporaties hun derivatenposities moesten aanreiken. En dat dat in een systeem is gestopt in het waarborgfonds. We kunnen ons haast niet voorstellen dat je, zeker met alle complexiteit die daar speelt, die waardering zou kunnen doen, maar dat je het hoogstens de nominale omvang kan registreren. Mm-hmm. Vervolgens dependeren. Er was ook nog één aspect, is heel vaak, zeker als het om de meer complexe derivaten ging, zaken waar gerelieerd aan indices en dergelijke, die eigenlijk niet zozeer een rechtstreekse relatie met rente of renterisicoafdekking te maken hadden, werden vaak goed gelegitimeerd doordat men een plafond erop zette. Alleen zo'n plafond moet wel werken. En niet in iedere constructie werkt zo'n plafond goed. En in de tussentijd kan je wel een heleboel geld verliezen. Ja, dus daarom eventjes, het is wat technisch, maar toch belangrijk. Het idee was, als we nou een maximum zetten qua rente dat je moet betalen, dan heb je ook geen risico, want die rente kan niet hoger dan 5%. Maar het waarde van het product kan enorm schommelen, met name als de rente naar beneden gaat. En hoe lager de rente, hoe gevoeliger deze producten worden voor renteveranderingen. En die marktwaarde gaat enorm op en neer, met name bij Vestia ging dat 100 miljoen op en neer per dag. Mm-hmm. Ik denk dat daar het probleem zat. Ja, precies. Dat Waarborgfonds Sociale Woningbouw, hadden die nou, als we naar de technische geavanceerdheid van zo'n product kijken, hadden die dan daar een team van financiële experts en grote systemen waarin al die dingen verwerkt konden worden, waardoor ze als WSW goed konden weten van dit is het en hier heb je terecht inhoudelijk onze goedkeuring en de risico's zijn allemaal in kaart en iedereen kent de marktwaarde? Was nee, dat? Nee, niet voor zover wij hier hebben kunnen zien, niet. En u moet zich ook voorstellen dat als je dat op deze schaal wil doen, daar zaten 16 miljard derivaten bij niet-Vestia en dan zat er ook nog eens een keer een heel groot bedrag bij Vestia. Dus je praat over een gigantische hoeveelheid uitstaande derivaten. Mm-hmm. Van allerlei aard, dan moet je echt wel bij de meest geavanceerde bank werken en daar het risicoervaring en risicomanagementervaring hebben om zoiets behoorlijk in beeld te kunnen brengen. En dat wel wist. Vestia zelf wist het niet. Dus laat staan WSW. Helder. Ik ga even met u naar begin 2011. U heeft dan een gesprek met de financieel toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het CFV. En zij willen met uw begeleiding dat er een onderzoek komt naar derivaten in de hele coöperatiesector. Waarom vonden ze het op dat ogenblik nodig als CFV dat onderzoek moest komen? Ze vonden het op het moment dat wij het eerste gesprek hadden niet nodig. Het was eigenlijk meer een initiatief van onze kant dat we zeiden van weet jullie wat voor soort risico's daar spelen? Enzovoort. En toen was er een discussie over, ja, maar daar kijkt het WSW naar. Dat is die tweedeling in het toezicht. Ik weet wel, officieel is het WSW geen toezichthouder, maar had de facto wel die functie. En er was een tweedeling wat dat betreft. Zij keken naar continuïteit en solvabiliteit. WSW keek naar liquiditeit en kredietwaardigheid in een ander opzicht. En in die context van solvabiliteit vielen die derivaten waren niet aan de orde. Dat was een soort van de facto functiescheiding tussen die twee instellingen. Wij hebben toen in het eerste gesprek gezegd, dat kan wel zo zijn, maar op het moment dat die derivaten serieus, dat er echt een serieus probleem gaat ontstaan, komt dat ook bij jullie op je bordje terecht. Even voor het heldere beeld, het Centraal Fonds als financieel toezichthouder, die keken toch naar de solvabiliteit? Ja.
Precies, nee, u zei het net andersom hoor. Oh, pardon. Dan heb ik me vergist. Zij keken naar de solvabiliteit en continuïteit van de organisatie. Juist. Dus de lange termijn, de lange termijn ontwikkelingen. Waar het om derivaten gaat en de schommelingen in de liquiditeit, kwam dat bij het WSW terecht. Even heel kort tussendoor. U zei het WSW was de facto ook een toezichthouder. Kun je dat nog even in een kernzin toelichten waarom u dat vindt? Nou, zij verschaffen de borging op de financiering. Mm-hmm. Zij zijn als borger en in wezen kredietinstelling wat dat betreft, tenminste de krediettoetser, moet je gegevens hebben om de corporatie te kunnen toetsen of je dat krediet wel wil geven, of tenminste of je die borging wel wil geven, of zij zich aan de criteria houden. En dan kom je vanzelf in een soort van rol van dat je de risico's moet monitoren, dus in de gaten moet houden. Ja. En vanuit dat aspect deden ze dat. Zij hadden natuurlijk ook veel meer dan het Centraal Fonds. Want zij konden de borging verstrekken of niet. Zij hadden een instrument. Het Centraal Fonds was een toezichthouder met weinig tanden. Daar komen we terug. Even terug naar de vraag van het CFV. U zei ze vonden het begin 2011 nog niet echt nodig dat u naar de derivaten ging kijken in de hele sector. Maar toch was u met hen in gesprek. En toen? Nou, ik kwam in gesprek en daar hebben ze over nagedacht. Ze hebben daar overleg over gehad, begrijpen wij, met het ministerie van Binnenlandse Zaken. En zijn toen teruggekomen en dat onderzoek hebben we. We hebben toen in april van hun een opdracht gekregen om samen met hun dat derivatenonderzoek op te zetten. In een brede zin, niet zozeer Vestia gericht, mm-hmm. Maar in een brede zin voor de hele sector. Maar het werd dus toch gedaan, dat onderzoek? Terwijl je net aangaf, CV trok er eigenlijk in eerste instantie niet zo aan? Nee, maar ze realiseerden dat ze realiseerden op dat moment dat dat inderdaad een punt was. Dus kortom, eigenlijk. Eerst beschouwden ze dat niet als hun terrein. Mm-hmm. Toen realiseerden ze dat het wel hun terrein was. En toen hebben ze dat ook op een gegeven moment vanaf het voorjaar, dus vanaf april, heel voortvarend opgepakt. Van wie kwam nou dat eerste initiatief om begin 2011 überhaupt met elkaar in gesprek te komen, u en CFV? Dat kwam van ons af. Van u af, oké. Okay. Vervolgens wordt dat dan toch opgepakt, heeft u net beschreven. Dat waren vragenlijsten, hebben wij begrepen. Kunt u kort toelichten wat daar nou de belangrijkste doelen van waren, als zo'n vragenlijst naar zo'n coöperatie ging? Het idee was om een algemeen beeld te krijgen wat er zich afspeelde in de sector. En het CV begon met nul, want dat wisten ze niet, het WSW wist het. En de enige manier om dat te doen is, dachten wij, via een enquête. En te zorgen dat zij specifieke ideeën hadden over wat er nu in de sector gebeurde. Er was geen uitwisseling tussen het WSW en het CFV over dit soort informatie. Dat is belangrijk om. Precies, dat is. Ja, ik neem even de woorden uit de mond. Want die triggerde mij tot deze tussenvraag. WSW wist het, CFV begon bij nul. Ja. Heeft het CFV dan wel eerder al aan het WSW, voor zover u weet, verzocht? Jongens, lighten ons op, geef ons ook eens informatie. Of is dat helemaal niet gebeurd? Dat weet ik niet. Dat moet u aan hun vragen. Ja, dat weet ik niet. Oké. Okay. Welke partijen heeft hij nog geconsulteerd voor het testen van die vragenlijst, of dat wat zou gaan opleveren? Nou, we hebben de vragenlijst opgesteld. Toen zeiden we, nou, laten we bij een paar corporaties gaan. Een paar weet ik niet. Eentje in elk geval. Eentje, zeg wel. Om te testen of die vragenlijst goed is. Ja. En toen zijn we naar Vestia gegaan en hebben we een gesprek gehad in juni met de heer De Vries. En wat kwam eruit? Ja, hij zei volgens mij dat hij zou niet op alle vragen een antwoord geven, maar hij vond het wel goed, geloof ik. Ja, hij zei, het is allemaal prima dat jullie het doen, maar ik bedoel, het was ook zoiets van dat we op een andere golflengte zaten, want het was toch een vragenlijst die in kaart moest brengen wat de risico's waren en hoe de liquiditeitseffecten en... we hadden de indruk dat hij dat risico überhaupt niet zo zag, dus dat hij... Dat hij op die golflengte ook niet terecht kwam. Daarnaast hebben we overigens die vragenlijst ook overlegd aan in een conceptversie aan de Nederlandse Bank. Omdat zij als de Nederlandse Bank zijn toezichthouders. Dus we hadden het idee van, kijk, die hebben dit vaker aan de hand. Laten we eens kijken of we überhaupt wel met de juiste vragenlijst komen. En die vonden dat prima. Akkoord.
Helder. Die vragenlijst, die zijn uiteindelijk, voor zover wij begrijpen, half juli 2011 verstuurd naar die corporaties. Er zat een deadline op van, ik dacht, 15 september 2011. Nou, rond die deadline zien we dat de vulkaan Bevestia gaat ontploffen en in een kleine kring komt daar de financiële rampspoed boven drijven. Is dat nou een reden geweest dat het op een laag pitje kwam, het verdere oppakken en uitwerken van de resultaten van dat onderzoek met die vragenlijsten? Ja, we waren daarna wel 24 uur per dag bezig met het oplossen van Vestia-situatie. Ja. Dat gold ook voor het CV dan? Ja, dat is een klein team. Het is uiteindelijk, het CV is een vrij kleine organisatie. En ze hebben daar mensen op gezet die aanvankelijk ook met het onderzoek bezig waren. En dus het was op zich heel logisch dat in eerste instantie de crisis werd aangepakt. En, en dat het andere op iets langere baan werd geschoven. Komen we dadelijk uitgebreid op terug, ook op de derivaten bij Vestia. We gaan nog in op de producten. Dat onderzoek wat we nu over hebben van het CV, dat is uiteindelijk wel gekomen, mei 2012. Wat was nou de grote trigger daar? Wat heeft dat opgeleverd? Zat daar voor u nog een verrassing in? Een verrassing? Nou, kijk, ik denk dat het belangrijkste wat het opgeleverd heeft, is, maar dat was inmiddels al gebeurd, maar wat het al ook had moeten opleveren zonder dat de Vestia-crisis speelde, was een inzicht en een bewustzijn van wat derivaten daar doen, hoe omvangrijk ze zijn, wat voor effect ze kunnen hebben, wat voor risico's er spelen en of de sector wel toegerust is om daarmee om te gaan. En wat ze eventueel moeten doen om daar wel beter mee om te gaan. En wat voor grenzen eraan moeten worden gelegd. En wat was het antwoord op al die vragen? Er is een hele serie van aanbevelingen uiteindelijk in dat rapport terechtgekomen. Waarbij het wel vrij duidelijk werd dat het hele derivatengebruik aanmerkelijk ingeperkt zou moeten worden ten opzichte van het gebruik zoals het tot dan aanwezig was. Ja, en er zijn twee aspecten in die adviezen. Eén is, als het derivaten gebruikt wordt, laten we er dan alleen simpele derivaten toestaan. Er moet een afdekking zijn, 1-op-1 met onderliggende lening. En ik denk wat belangrijk ook is de stresstest voor derivaten die toen is ingevoerd. Dus met andere woorden, het bredere onderzoek dat het CFV heeft opgeleverd, heeft wel gezorgd dat er daarna ook op basis van de conclusies is gehandeld. Overigens, en misschien is dat een toelichting, dat wij in eerste instantie meteen eigenlijk al die derivaten wilden aanpakken met die optionaliteiten in de gesprekken met CFV. Maar dat CFV heeft gekozen om eerst dat in breder context te doen, eerst voor de hele sector. En uiteindelijk kan je stellen dat wellicht we daardoor later bij Vestia zijn gekomen. Maar aan de andere kant hadden we beter inzicht in de hele sector. En daar zag je ook dat het gebruik van derivaten alleen maar groeide ten opzichte van de schattingen van de WSW in 2009. Maar kan ik dan stellen namens onze commissie dat de inzichten die verworven zijn door dit onderzoek via het CFV, dat die ertoe hebben geleid dat men de stappen zette die u net beschreef, van inperken, alleen 1-op-1, alleen de simpele producten. Kwam dat door die inzichten die dit onderzoek opleverde? Het was een beetje, het paard werd een beetje achter de wagen gespannen, om het zo maar te zeggen. Want we werden ingehaald door de Vestia-crisis zelf en de urgentie van maatregelen. En dus het was eigenlijk op twee sporen was men bezig met de Vestia-crisis tegelijkertijd en op een gegeven moment ook dat werd het derivatenonderzoek weer opgepakt. Vanuit de urgentie die uit de Vestia-crisis naar voren kwam, zijn er ook wel maatregelen neergezet die misschien de uitkomsten wat extremer, de regels die er vervolgens zijn gekomen, extremer hebben laten zijn dan misschien puur uit het derivatenonderzoek zouden zijn gekomen. Maar, en dat misschien wilt u dat horen en dat wil ik graag vertolken ook wel zeggen, is dat derivaten een bedoeling is dat het als afdek van risico gebruikt wordt. En het was van begin af aan duidelijk dat er allerlei derivaten werden gebruikt in de sector die niet specifiek waren bedoeld voor het risico afdekken. En daar hoef je geen enquête voor te hebben, dat kan je van tevoren al zeggen. En dat, alle partijen
hebben daar, zouden we dat moeten weten. Met enquête bedoel je het cv-onderzoek, niet de parlementaire enquête. Ja. Goed, de heer Bashir. Heren, ik wil met u naar 9 september 2011. Dan wordt het ministerie van Binnenlandse Zaken geïnformeerd over de financiële problemen bij Vestia. Ook de externe financiële toezichthouder, CFV, het Centraal Fonds, wordt betrokken. En die huurt u dus vervolgens in om hun bij te staan in dit proces. Op basis van de eerste beperkte gegevens die Vestia aanlevert, heeft u een notitie geschreven waarin u wijst op het systeemrisico van de problemen bij Vestia. Kunt u dat toelichten? En dan bedoel ik met name dat woordje systeemrisico. Ja, kijk, op een gegeven moment, wat er natuurlijk speelt, is als problemen klein zijn, dan is er een, dan kan het opgevangen worden in de sector. De sector heeft allemaal mechanismes, het saneringsfonds en dergelijke, die die kleinere problemen en zelfs redelijk grote problemen kan opvangen in de corporatiesector. Op het moment dat de problemen van dusdanige omvang worden dat er een risico is dat Vestia zou omvallen, dan ontstaat er ineens een kettingreactie, namelijk dat het borgstellingsinstituut WSW wordt geactiveerd, daar zit maar 500 miljoen in, dus dan dan gaat er ineens een hele cascade van hoe de borgingstructuur in die corporatiesector is opgebouwd, wordt geactiveerd. En dat is iets wat wel heel veel schade zou kunnen opleveren voor de sector als geheel en ook voor de centrale overheid en de gemeentes. Ja. Zodra het waarborgfonds zelf niet meer kan voldoen aan de verplichtingen, dan wordt de achtervang geactiveerd en dan komt de rekening uiteindelijk bij de centrale overheid en de gemeentelijke overheden terecht. Zo is dat. Ja. Maar daar zit natuurlijk tussen iets wat het saneringsfonds heeft en waar uiteindelijk de oplossing grotendeels is opgevangen, en dat is in de corporatiesector zelf. En kunt u dan, weet u nog wat de reactie was van het Centraal Fonds op uw notitie en dan met name op dat systeemrisico? Ja, nou, ik denk dat die memo ook gestuurd is naar Binnenlandse Zaken en ze waren geschokt. Ze hadden eigenlijk toch niet verwacht dat het de omvang van Vestia, een stuk groter dan alle andere corporaties, dat dit eigenlijk een systeemcorporatie was. Ja, en u zegt van ze waren geschrokken, Centraal Fonds was geschrokken. Ja. Was ook Binnenlandse Zaken geschrokken? Ja, dat hebben we. We hebben nooit direct daarover gesproken, maar dat hebben we toen van het CV gehoord, ja. Ja. Ik moet ook wel even de kanttekening maken. Het leek steeds te gaan om een liquiditeitsprobleem. En een liquiditeitsprobleem, denk ik, nou, dat vangen we op. En dat, maar dat, het feit dat het liquiditeitsprobleem zover kan gaan dat een organisatie om gaat vallen, dat besef begon toen steeds meer te spelen. Grote schrik dus bij de partijen. En dan hebben wij gezien dat van september tot begin december 2011... Dat dan het financieel bureau Cardano, dat is een financieel adviesbureau, heeft toen in opdracht van het Waarborgfonds de derivatenportefeuille van Vestia geïnventariseerd. U was toen aanwezig bij besprekingen namens de externe financiële toezichthouder, het Centraal Fonds. Kunt u aan ons uitleggen of vertellen hoe de opstelling was van Vestia toen, in die tijd? Ja, wij hebben ons daaraan geïrriteerd. In die zin dat de informatieuitwisseling heel traag verliep. In de eerste instantie, ik denk dat het Centraal Fonds pas de gegevens van Cardano kreeg over de portefeuille begin december. Terwijl we al sinds september bezig waren. Daarna heb ik van Cardano begrepen dat ook dat ze, ja, op dat moment zij
ja, dat zij niet anders konden. Zij waren adviseur in het begin van het WSW en daarna van het Vestia. En, nogmaals, we kregen informatie, het CV kreeg informatie pas vrij laat. Ja, want Cardano die wilde de informatie niet geven, was het eigenlijk Vestia zelf die... Het is niet aan hun, hè? Ja. Zij zijn de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Later hebben ze de excuses aangeboden. Die was degene die daar vertraging had. Want die zat dan namens de externe financiële toezichthouder. Ja. En u zei van, ja, we willen weten wat er nou aan de hand is. Precies, we maakten ons ernstig zorgen over de omvang van de derivatenportefeuille. En de risico bleef open. Terwijl de rente op een gegeven moment ook, en dat is gelukkig pas in december, januari gebeurd, enorm is gedaald. Er speelt natuurlijk mee dat de externe toezichthouder, ik zei dat al eerder, niet zoveel tanden had. Zij konden niet forceren dat zij de informatie kregen. Ze hadden die macht niet. Ze hebben een heel beperkt instrumentarium wat dat betreft en moeten het hebben van de goede wil van de andere kant. En die goede wil was er niet aanwezig? Nee. Of ze konden het niet, maar dat... Of ze konden het niet, inderdaad. Want het heeft natuurlijk ook wel enige tijd gekost, hebben we achteraf begrepen, om die portefeuille in kaart te brengen. Ja. En dat zegt natuurlijk wel iets. Dat zegt wel iets, ja. Ja. Hoe was eigenlijk in die periode de samenwerking tussen het ministerie, de externe financiële toezichthouder en het Waardepapierfonds? Ja, ik weet niet of dat aan ons is om daar veel over te zeggen. Omdat natuurlijk wij hebben niet bij... niet bij al die bilaterale gesprekken gezeten. Tussen het Waarborgfonds en het Centraal Fonds liep het al, informatieuitwisselingen enzovoort, dat liep een aantal jaren al volgens ons, wat wij zagen en wat we ook wel hoorden uit de sector, niet soepel. Dat was natuurlijk een essentieel probleem. Ik neem aan dat tussen het Centraal Fonds en Binnenlandse Zaken liep, dat hebben wij geen zicht op. Die zaten ongetwijfeld wat nauwer bij elkaar. Ja. Ja, overigens wordt er in dit verband wel eens de naadloze aansluiting genoemd. De naadloze aansluiting betekent dat ze goed samenwerken. Dat ze goed zouden samenwerken. De kanttekening is daarbij dat zelfs in naadloze aansluiting, die al 7 jaar eerder werd of 8 jaar daarvoor werd besproken, staat dat de corporatie zelf wel toestemming moet geven met betrekking tot informatie tussen WSW, informatieuitwisseling tussen WSW en CV. Dus de corporatie is daar de baas. En uiteindelijk staat er ook met betrekking tot krediet. Criteria dat het WSW uiteindelijk het eindoordeel heeft. Dus je hebt een rare verhouding tussen de officiële toezichthouder CFV en het WSW de borginstelling. Ja, want op het moment dat de samenwerking op deze manier verloopt, kun je dan eigenlijk wel eenduidig optreden of communiceren richting bijvoorbeeld een corporatie als Vestia? Dat lijkt ons niet, nee. Nee. Die maakt dan ook gebruik van de gelegenheid, zegt u daarmee. Ja, dus wat we eigenlijk al zeiden, bij het ontbreken van een risicokader en een behoorlijke controle van buitenaf. Kijk, uiteindelijk, en dat is een heel fundamenteel probleem van de sector, is van wie is het geld? Dat is van iedereen en van niemand. Hè, maatschappelijk kapitaal wordt het dan genoemd. En dat betekent dat er geen normale, wat wij dan met een Engelse term, countervailing power. Er is geen voldoende tegenkracht vanuit een wat je in bij aandeelhouders of dergelijke zou hebben. Dus je komt heel snel terecht op het terrein dat de toezichthouder, in de diverse toezichthouders, dat is de raad van commissarissen en de toezichthouder van de overheid, een hele belangrijke rol vervullen. En dat die de grenzen moeten aangeven. Ja. Want u zei net ook van de inventarisatie van het derivatenportefeuille, dat duurde vrij lang. U zei het kwam ook door andere zaken, niet alleen de communicatie, maar ook door andere zaken. Wij hebben dat vervolgens achteraf pas kunnen constateren. Kun je daarop ingaan? Waar kwam dat door? Was de administratie niet goed? Werden derivaten niet goed geadministreerd? We hadden het idee dat inderdaad de derivaten
nogal rommelig in de portefeuille werden verantwoord bij Vestia. Overigens is daar, we hebben zo'n Excel-sheet gezien, gaat het daar meer om een kaststroom boekhoudkundig verhaal dan een risicoanalyse. Je kan allerlei een Excel-sheet maken waarbij je risicomodellen maakt. En dat kan behoorlijk ingewikkeld worden, kan ik u zeggen. Maar wat wij gezien hebben was gewoon een kaststroom. Ja. En dat is ook de manier waarop de Vries naar derivaten keek, als een boekhouder en niet als een risicomanager. Want in eerdere verhoren is ook het spreadsheet van de heer de Vries aan de orde gekomen. Ja. Heeft u dat nog gezien? We hebben het spreadsheet gezien. Wij nemen aan dat het zijn spreadsheet was. Spreadsheets kunnen heel goed werken. En voor een individu kunnen die ook wel. Als je een beetje begint te bouwen, je breidt steeds verder uit. Als je de enige bent die daarnaar hoeft te kijken, dan begrijp je waarschijnlijk wel wat er ongeveer in staat. Maar nogmaals, wat er niet in stond, was risicoaspecten. Het was niet van, als de rente zoveel verandert, wat gaat er gebeuren? Want hij keek, en dat heeft u ook wel eerder gehoord van hem, hij keek daar niet zo op die manier naar. Hij keek daarnaar als een soort van kaststroom. Dit is mijn rente, dit is mijn kaststroom. Oh, als het maar lang genoeg duurt, dan komt het allemaal goed. Terwijl normaal, als je met dit soort producten omgaat, financiële producten omgaat, dan heb je een administratie. Je stopt het in een boekhouding. Dat is één ding. Dat is interessant, maar dat is niet zo heel interessant. Waar je primair naar kijkt, is hoe registreer je het vanuit een risicomanagementperspectief? Ja. Is wat voor risico's loop ik? En op de risico's waren onvolgende zicht. Heb je ook met de organisatie van Vestia. Je hebt de back-office, de administratie. Eén persoon. Dat is misschien één persoon, maar wat doen die? Die kijken of wat de tegenpartij zegt en wat de treasurer zegt, of dat klopt en dat het goed in de boeken staat. Wat er volledig niet was, was een risicomanager. En die moet ook nog eens een keer onafhankelijk zijn. En die moet tegenwicht bieden. Het is werkelijk ongelooflijk dat er niet was. En dat is eigenlijk, kijk, in iedere organisatie waar je dermate grote hoeveelheden, maar zelfs ook als het al bij andere corporaties in kleinere omvang, op het moment dat je met wat lastiger producten gaat, of dat je vrij veel ruimte hebt om dingen te doen, moet daar een individu zijn die daar als een voortdurende rem functioneert van, jongens, zijn jullie wel met de goede dingen bezig? Ja. Ik had net aan het begin van dit blokje over 9 september, toen werden de problemen manifest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vervolgens gaat Cardano daarmee aan de slag en het duurt 3 maanden voordat zij een analyse hebben gedaan op de derivatenportefeuille. Was eigenlijk de urgentie van de problemen voldoende duidelijk voor iedereen? Want als je 3 maanden erover doet om en dan pas dus kunt ingrijpen, ben je dan urgent genoeg? Ja, mag ik zeggen? Ja, natuurlijk. Kijk, het punt is een beetje, daar speelt een, wat je in een financiële wereld zou hebben, als je een handelaar hebt die waar het misgaat, die haal je subiet van zijn positie af, die zet je apart, en dan ga je het oplossen. Wat er hier gebeurde was eigenlijk een lange periode waarin er eigenlijk niet echt ingegrepen kon worden. Men moest op de samenwerking van Vestia teren om iets te kunnen doen. En die samenwerking was er in eerste instantie niet. Ja. Men erkende het probleem niet. Men zei, het is niet ons probleem en het gaat allemaal goed. En dus dat was een hele lange, eigenlijk die touwtrekkerij, die duurde al een hele tijd. Als een toezichthouder bijvoorbeeld, en dan gaat het niet om aanwijzingsrecht, want dan heb je gelijk andere problemen. Maar als het gaat om dat je dingen kan vorderen, dat je in kan grijpen, dan staat het natuurlijk gelijk anders. Dan kan je eisen dat de treasurer direct van zijn positie afgehaald wordt en daar niks meer mee kan doen. Ja, dus kort samengevat zegt u, op het moment dat de problemen duidelijk waren geworden,
hadden de posities meteen afgesloten moeten worden, dat ze geen schade meer konden veroorzaken. Nou, en dan pas de problemen oplossen. Nee, het probleem is dat je in feite iemand anders dan degene, de chauffeur die eigenlijk niet goed kan rijden in een veel te snelle auto, zet daar dan een echte goede chauffeur met een professioneel rijbewijs die dat wel kan. En dan kan je kijken wat er gebeurt. En dan heb je, er werd wel gezegd van, en dat is weer iets technischer, je kan het zeggen van, nou, we gaan het contract gaan we opzeggen. Nou, dat kost heel veel geld. Maar je kan ook tegensluiten, een tegenstelde transactie doen. En dan heb je in ieder geval het risico, stabiliseer je en ga je het risico langzaam naar beneden brengen. Dat was ook de bedoeling. Dat betekent wel dat je je verlies inlokt. Maar als je het niet doet, dan heb je dus open risico. En we zaten nog net eventjes naar te kijken, naar de rentestanden. We zijn nu 2014, vandaag 18 juni. Als je kijkt, dan zou, zonder dat er beleid zou zijn geweest, zou de negatieve marktwaarde 6 miljard waren geweest. Dubbelen. Meer dan dubbelen. Ja, ja. Dan heb je nog veel groter problemen. Dus je moet op een gegeven moment moet je het risico moet je gaan managen in een behoorlijke manier. Nou, we hadden daar iemand die dat niet kon. En als je kijkt ook naar zijn spreadsheetje, waarbij hij denkt dat het risico van een kleine verandering van de rente even groot is als een hele grote verandering van de rente, laat zien dat hij geen kaas had gegeten. De beta van de risico's en de gamma's van de opties, bedoelt u? De beta's en de gamma's van de opties. Ja, ja, precies. Ja. En omdat eenvoudig duidelijk te maken, is als de rente daalde, en dat bleek uiteindelijk uit de toen het Cardano-rapport en de gegevens naar buiten kwamen, als de rente daalde, dan was het effect drie keer zo groot, negatieve effect, drie keer zo groot dan het positieve effect als de rente zou stijgen. Dus er zaten allerlei asymmetrieën in die portefeuille die je niet in één cijfertje kan vangen. Ja, ja. Wat u zei van, er had eigenlijk iemand anders aan het stuur moeten zitten. Dat was niet gebeurd. Sterker nog, wat wij hebben kunnen zien is dat de heer De Vries in die tijd ook nog door is gegaan met afsluiten van transacties. We hebben gezien dat in die periode de rente verder is gedaald en de marktwaarde van de derivaten werden steeds negatiever. En toen heeft de heer De Vries nog een aantal transacties in die periode afgesloten. Hoe beoordeelt u deze transacties? We weten niet welke transactie het is. Het is een paar uiteindelijk. Ja, maar daar ging ook een bedrag van 600 miljoen. Dat zoiets kan is ongekend. Ik bedoel, je kan niet iemand. Want wat is het probleem wat in de markt wel een rogue trader is, is als je verliezen maakt en je probeert op een gegeven moment probeer je met andere transacties de verliezen te compenseren. Er is gesproken over herstructurering en alles. Al dat soort dingen leiden er op een gegeven moment toe van hoe kan je. Ja. En ja, je moet natuurlijk zorgen dat iemand daar. Dat iemand niet de ene probleem op het andere probleem stapelt. Ja, want in het derde kwartaal van 2011 ging het alleen al om een bedrag van iets meer dan 2,5 miljard euro aan transactiewaarde. Daarna nog eens 600 miljoen. En wat ook nog gebleken is dat er bijvoorbeeld producten zijn afgesloten zoals het schrijven van swaptions. En de heer De Vries was hier en ik vroeg hem van, heeft u dat toen in paniek gedaan om toch de verliezen te markeren of maskeren? En hij antwoordde van nee, het was allemaal doordacht. Wat is uw reactie daarop? Nou ja, hij noemt dat herstructureren. Hij zei van ja, ik kreeg geen borging. Tenminste, zo had ik het begrepen. Ik kreeg geen borging voor nieuwe leningen. En daarop had ik mijn portefeuille ingesteld. Dus heb ik het moeten herstructureren. En dat bedoel, wat ik denk dat hij bedoelt, is dat hij vervolgens derivaten, kortere derivaten in langere derivaten heeft neergezet, waardoor zijn portefeuille nog langer werd. En met name die swaptions, waarmee hij premies kreeg om de rente wat lager te laten zijn. Ja, en de heer De Vries zei ook van, ja, stel nou dat zo'n swaption uitgevoerd was en ik had een swap gekregen, dan had ik maar een swap. Geen probleem, toch?
Ja, maar zo werkt het gek genoeg niet. Als je opties schrijft. Kijk, als de rente. Eigenlijk het enige wat je verdient. Als je een option schrijft, of iedere optie schrijft, verkoopt. Dan in je de premie. Maar wat je ook int, is risico. Altijd. Want de andere kant, dat verkoop betekent dat de andere kant het recht heeft. En die gaat dat recht alleen maar uitoefenen als het in zijn voordeel is. Dus dat betekent nadeel voor jezelf. Want zo symmetrisch is een financiële markt dan weer wel. Het innen van premie. Swaptions schrijven zijn risicoverhogend. Ja. Onder ieder geval. En wat ook gebleken is, en dat is ook bevestigd in diverse openbare verhoren hier, is dat de heer De Vries onbeperkte mandaat had om transacties te doen. Hebben eigenlijk alle kasbeheerders in de financiële wereld zoveel vrijheid? Nee, en nogmaals, we hebben het eigenlijk niet meer over corporatie, we hebben het over een financiële instelling. Dan heb je een risicomanager die kaders aangeeft. En als je daar overheen gaat, dan krijg je problemen met de risicomanager. En de risicomanager onafhankelijk. Het zal heel moeilijk zijn om om toch nog die transactie te doen. Ja. Wat dan het argument is van Vestia, is dat zij zeggen van ja, op het moment dat je een transactie wilde afsluiten, dan moest dat meteen op dat moment gebeuren. Dan kan maar één persoon dat tekenen. En vervolgens later werden dan geaccordeerd door ook nog eens een andere handtekening van Dirk Staal. Is dat ook gebruikelijk? Als je een handelaar bent bij een bank wel, bij wijze van spreken. Want dan zit je zelf aan de telefoon, dan werk je binnen je risicokader. Mag je handelen, kopen, verkopen. Want dan kan je niet iedere twee minuten naar iemand toe lopen en zeggen, mag ik dit doen? Maar als je een treasurer bent van een corporatie, dan gaat het natuurlijk niet om iedere vijf minuten een transactie te doen, bij wijze van spreken. Dus dan kan je heel makkelijk een proces hebben waarbij je zegt, er komt bijvoorbeeld een voorstel binnen van een bank, die zegt, oh, je moet dit doen. Nou, dat voorstel wordt geanalyseerd, wordt voorgelegd aan een treasurycommissie. Die besluit daarover, past dit in onze risicokaders, ja of nee? Vinden we het ook een goed idee? Ja, dan ga je het uitvoeren. En dan wordt er soms zelfs verwezen, ja, maar de markt was op dat moment heel gunstig. Ja, ik bedoel, nogmaals, je bent geen handelaar. Je bent geen handelaar die op de minuut wil timen met je transacties. Dat is een hele andere business. Ja. Dan tot slot, en dan geef ik het woord weer terug aan de voorzitter. In het jaarverslag van 2009, of over 2009 moet ik zeggen, er staat dat de rente naar -3% moet zakken voordat Vestia in problemen komt. Wat vindt u hiervan? Kunt u dit begrijpen? Nou, wat we al zeiden, de heer De Vries die werkte met lineaire extrapolatie van het renterisico. En die is niet lineair. Met andere woorden, hoe dichter je naar nul gaat, hoe extremer de gevoeligheid van je marktportefeuille. En dus het is waarschijnlijke onzin. Ik heb het niet nagerekend, maar het blijkt ook in de praktijk volledige onzin te zijn. En wat vinden we ervan dat de accountant dit heeft goedgekeurd? Ja, we hebben op een gegeven moment, dat ik moet zeggen, dat is Patrick geweest, die heeft gezegd, jongens, we gaan niet naar accountants luisteren. Accountants hebben een andere pet op, een andere manier. En ik moet zeggen dat wij verbaasd waren over de Nederlandse regels. Ik heb het idee dat de internationale IFRS-regels, waar je bijvoorbeeld niet mag stapelen de ene product op het andere product mag zetten, waar er een nauwkeurige relatie moet zijn tussen de onderliggende product, dat die nauwkeuriger is. Maar in ieder geval in de Nederlandse accountancy-regels blijkt er een bepaalde mogelijkheid te zijn om toch te hedgen zonder echt te hedgen. Ja, kijk, Nederlandse regels, de RJ92, die term is al eens een keer gevallen in die verhoren, die regelt dat. Dat is een soepele toepassing van wat men dan hedging noemt. En daarbinnen is dan ook nog, de accountants hebben dat nog eens een keer bij de corporaties, en niet alleen bij Vestia, heel soepel toegepast.
Wij konden ons geen voorstelling maken vanuit een risicoperspectief hoe je dit als hedging kon aanmerken, wat er is gebeurd. Accountants zijn de boekhouders, zijn geen risicomanagement misschien in eerste instantie, maar zouden dat ook wel moeten zijn, want dat wordt wel van hun geacht, die invulling. U zei net over de treasurer van Vestia, meneer De Vries. U had het over boekhouder versus risicomanager. En u had het over kastromen versus risicoanalyse. Als dat uw conclusie is over hoe De Vries daar opereerde. En u had met het CFV contact over om de zaak in kaart te brengen. En u schrijft een notitie over Vestia als systeemcoöperatie die de hele sector kan bedreigen als die omvalt. Heeft u dan ook doorgepakt zelf als experts van Capitat en naar het CFV gezegd van die De Vries die moet nu daar weg? Jongens, grijp in. Heeft u dat daar op tafel gelegd? Ja, meermalen. Ja, dat hebben wij redelijk vroeg in het proces dat er overleg is. Eind september begon dit te spelen voor ons. Toen zijn er op een gegeven moment afspraken geweest. We zijn ook bij Vestia geweest samen met het Centraal Fonds. En we hebben als adviseur aan het Centraal Fonds hun ook geadviseerd dat ze daar heel hard op moesten duwen dat De Vries niet meer op die positie zat. Bij welke gelegenheid? Of wanneer? Nou, weet u, op dat moment dat die crisis speelt, dan is er wat ik al zei, dan ben je 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat traject bezig. Wij functioneren een soort van crisis als onderdeel van een team van het CV. En je hebt een voortdurende uitwisseling met e-mails, telefoon en dergelijke. Dus dat is zowel mondeling als per e-mail ongetwijfeld gezegd in die periode. Wanneer dat precies is geweest, weet ik niet. Maar dat we het een aantal keren hebben gezegd, dat weet ik heel zeker. Het CV heeft dat blijkbaar niet opgepakt. Tenminste, nou, we hebben van het CV daarna niet gehoord van dat zij iets ondernamen. Of nou, nogmaals, het CV had niet het instrumentarium om in te grijpen. Zij konden niet, tenzij de minister een aanwijzing had gegeven, konden zij niet. Kijk, Erik Staal zat er nog, Marcel De Vries zat er nog. En zij konden niet zeggen, Marcel De Vries mag daar niet meer zitten. Alleen als Erik Staal daarmee eens zou zijn geweest, dan had... Maar u als expertschap wel het signaal af, zegt u, ja, meerdere keren. Dan zou je ook kunnen verwachten, het CFV doet er op een bepaalde manier wel iets mee, namelijk dat bij de minister ook op het bord leggen, in de hoop dat een ander dan in dat gremium het oppakt. Wij hebben achteraf, maar dat is maanden later, te horen gekregen dat dat te maken had onder meer met het onderzoek van het OM. Naar De Vries. Naar De Vries. Hoe dat precies zat, weten we niet. Wij wisten überhaupt niet dat onderzoek speelde. Dat hebben we pas gehoord toen dat in de publiciteit kwam. En later hebben we begrepen dat het daar iets mee te maken zou hebben. We hebben ook als antwoord destijds gekregen dat als meneer De Vries weg zou zijn gegaan, niemand binnen de organisatie iets wist van die portefeuille. Dus hij moest er wel rondlopen. Ja, dat op zich is natuurlijk al vreemd. En zelfs dan, als hij rond had gelopen, had je hem in een kamertje kunnen zetten, had je hem steeds dingen kunnen vragen, maar had je hem van de telefoon afgehouden en niet meer toegestaan om een transactie te doen. Dat zijn nog twee... Dat is nog de meest werkzame tussenweg. Ja, dat klinkt een beetje als de kat op het spek binden, maar u zegt dus, als ik het goed samenvat, dat er twee argumenten dan wel redenen waren om niet door te pakken op uw advies, De Vries moet weg, namelijk het OM was inmiddels in het spel, heeft u achteraf dan gehoord dat een rol speelde. En het feit dat zij weg zou gaan, dat überhaupt de zaak in elkaar zou denderen, want er was er niemand meer om aan de knoppen te draaien van wat er dan aanwezig was. Is dat correct? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Dat de argumenten waren die aangevoerd zijn. Oké. Goed, wij gaan even door naar de derivatenportefeuille van Vestia. In december 2011, dan is die inventarisatie afgerond. En Cardano heeft dan ook zijn werk gedaan. En dat betekent dat die risico's van die portefeuille, voor zover onze commissie het ziet, die kunnen dan wel dagelijks gemonitord worden. Nou zou de commissie graag uw opvatting als specialist horen over die samenstelling van die portefeuille bij Vestia.
Als we dat onderscheid maken waar we in het begin over hadden, tussen simpele rentederivaten ter afdekking van variabele renterisico's en de complexere derivaten, welk deel van die portefeuille van Vestia bestond er nu uit die complexe producten die niet één op één simpel dat renterisico zouden afdekken? In het spectrum van complexe producten, of tenminste, er is een spectrum in, waarbij swaps dus nog relatief een eenvoudig complex product is en geïndiceerde, samengestelde producten een echt complex product zijn, waar je op een gegeven moment ook echt alle zicht kwijt bent over hoe dat werkt, hoe de gevoeligheden zijn. Want dat kan je bij swaptjes nog narekenen. Wat we al hebben gezegd, op het moment dat je opties koopt, opties een soort van verzekering, kan je vertalen, dan bescherm je jezelf. Dat kan je als een hedge zien. Nou, er zijn doorgaans opties, want opties kopen is vrij duur, opties verkopen van de andere kant levert geld op. Doorgaans zijn er opties verkocht. Als je swaptions, dus ook even bij de gestructureerde producten, bij de risicoverhogende producten neerzet, dan denk ik dat het zo is en er ook nog eens een keer rekening houdt met, dus dat je eigenlijk alleen de payer swaps, dus de swaps die een rente vastzetten, waar je zegt van ik ga deze vaste rente betalen, waar je dus indekt tegenover een variabele rente. Als je dat gedeelte bekijkt en je doet, dan kijkt er heel grosso modo naar, dan denk ik dat je nou 30% van die portefeuille hoogstens risicomijdend kan noemen en de rest was risicoverhogend. En daarbij kan je van die 30% zeggen dat daar ook nog eens plain vanilla derivaten zaten, maar die begonnen niet over 3 jaar, maar begonnen over 40 jaar. En dat zijn derivaten die super gevoelig zijn voor kleine renteveranderingen. Dus de duration, dus de gevoeligheid van zelfs van het gedeelte dat bedoeld was voor echt voor afdekken, was veel gevoeliger dat gedeelte dan de onderliggende portefeuille, de leningsportefeuille. Dus het was, ik geloof de gemiddelde duration was 40, 50 jaar. Dat is een 100-jarige lening heeft een duration van 38 jaar of zoiets. Dus 32 zelfs, ja. Ja, dus ze hebben enorme gevoeligheid, zelfs in het gedeelte wat met plain vanilla derivaten zijn afgedekt. Welk soort producten zorg je nu uiteindelijk voor de grootste problemen in de hele portefeuille van Vestia? Qua liquiditeitsrisico, de swaptions en waarschijnlijk ook die ver in de toekomst liggende payer swaps. Maar dat is als je het gestructureerde, het zeer gestructureerde gedeelte was toen wij daar naar keken, was niet het grootste onderdeel van de portefeuille. Maar we hebben inmiddels wel begrepen uit eerdere verhoren dat er al wat afgebouwd was in voordat wij dat überhaupt zicht op hadden. Ja, en met de NW, wat je dan de exotics noemt, die heel enorm gestructureerde derivaten. De waarde in de toekomst is een beetje een black box. Het kan goed gaan of niet goed gaan. En als je dan hier bijvoorbeeld oktober 2011 1,3 miljard aan exotics hebt, ja, die waarde kan alle kanten op. Terwijl je met de plain vanilla, dat kan je nog enigszins in kaart brengen wat je kan verwachten. Ik geef u misschien een illustratie. We hebben ook eens ergens een zo'n soort transactie gezien, zo'n exotic. De nominale waarde was daar 30 miljoen, dat ging niet om veel. Zoals niet Vestia. En het verlies, en daar leek het ook een cap op te zitten, hè, dus een afdekking van de bovenkant. 35 miljoen. Het verlies was daar ook, 30 miljoen, en het verlies was al 25 miljoen. Dus het is de orde van grootte van het verlies wat je kan lopen op dat soort transacties is enorm. Dus ondanks de lage, het lage proportionele deel in de portefeuille. Want die producten waar dan hoge risico's op gelopen werden, zoals het zelfschrijven van swaptions en die
hele lange duration plain vanillas. Zaten er dan ook echt producten bij waarvan je van tevoren al had kunnen zeggen van dat gaat in de toekomst geen voordelen opleveren, maar alleen een risico? Nou, dat is het grote voordeel van als je van tevoren een product begrijpen. Als je een swaption schrijft, dan weet je dat je risicoverhogend bent. Dus dan weet je van tevoren al dat je extra risico toevoegt. Je krijgt een premie nu, nou, daar heb je even een voordeel van. Als voor de rest niet zoveel gebeurt, dan heb je de premie geïnd en heb je een beetje weer kostenverlagend gewerkt. Mm-hmm. Maar ja, zo werkt het niet. De rentes bewegen in de tijd en dus loop je die risico's. Dus maar als algemene richtlijn, ik weet niet of je dat bedoelt, hoe ingewikkelder het product, hoe groter de winstmarge is voor de bank. Omdat je het zelf niet kan uitrekenen wat de werkelijke waarde zou moeten zijn. Als ik daar even op doorvraag, betekent dat ook dat Vestia met producten aan de slag ging, derivaten die puur een speculatief karakter hadden? Ja, absoluut. Zonder meer. En als ik dat nog even terugpak naar die vraag van, even uw ruwe inschatting, welk deel van de portefeuille was dat, dat je speculatief kunt noemen? Nou ja, wat Patrick zei, 70%. We hebben ook in een eerder verhoor is hier ook wel gesteld dat Vestia in feite risico's van banken overnam en dus een soort verzekeraar ging opereren met deze producten die ook zelf verder geschreven. Herkent u dat? Nou, ik heb wel eerder gehoord, dat wordt de suggestie gewekt, dat zij het product bedachten en verkochten. Zo werkt het volgens mij niet. Die banken zijn veel slimmer om dat soort producten te bedenken. En die bedenken, die komen met een voorstel aan, die zeggen van, kijk, als je dit doet en je combineert dat met dit enzovoorts, dan betaal je zoveel lage rente. Of met een beetje geluk, met een index gaat je rente naar nul. In de wereld waar wij vandaan komen, financiële wereld, daar zijn geen free lunches. Dus dat wil zeggen dat als je ergens denkt dat je iets gaat besparen, dan krijg je er iets anders voor terug en dat is risico. En dat kan werken zolang je je risico gelimiteerd hebt, zolang je dat afgebaakt hebt welke risico's je aanvaardbaar vindt. En het is natuurlijk ook zo, dat moet misschien wel gezegd worden, je kan niet, er is niet zoiets als nul risico. Je bent een corporatie, je bouwt huizen, daar zet je een lening tegenover. Moet je die lening voor 1 jaar vastzetten in de rente, voor 5 jaar, voor 10 jaar, voor 30 jaar? Er leefde in de corporatiesector een sterk gevoel dat eigenlijk dat soort neutrale risicopunt ergens 50 jaar vast zou zijn. Maar ja, huizen leven niet 50 jaar, stenen leven misschien wel 50 jaar, maar daar zit zoveel vernieuwing in en dergelijke, en vervangingsinvesteringen. Dat werkt niet zo. Dus je moet eigenlijk een soort weten van waar is je risico minimaal? Wat vind je een aanvaardbaar minimaal risico? Kunnen we stellen dat die lagere rentes waar Vestia zich vaak op liet voorstaan, dat die dus bij dit soort producten gefinancierd werden door premies van banken voor het nemen van risico's in de toekomst door Vestia? Ja. Het is naar wat u zegt, het is een klassiek verhaal. Het is de winst nu nemen en de risico's, de uitkomst daarvan zijn ongewis in de toekomst. Wat zegt dit nu uiteindelijk voor de houding van een bank als je de zorgplicht naar een woningcorporatie zou betrachten? Ik denk dat de banken gekeken hebben naar de politieagent en gezegd, mag dit? Ze hebben gekeken en hebben gedacht van ja, het mag, dus we verkopen het. De politieagent was? WSW, maar in dit geval het CV zou het ook moeten zijn, maar was het niet. Maar, en de banken zelf, stel de politieagent zag je mag het doen, dan nog even de zorgplicht die je toch... Precies. Nou, het is een woningcoöperatie, ja. Semi-publieke domein, publieke domein. Met name vind ik de exotics is niet goed te praten, want het heeft niets met afdekken te maken. We hebben op een gegeven moment wel
gesproken met Binnenlandse Zaken. En dat was me helemaal nadien van, zou je niet alsnog de banken daar moeten aanpakken? Niet alleen wat Vestia betreft, maar ook... Vestia was inmiddels een deal geworden, dat was afgerond. Maar daar liepen nog een heleboel andere derivaten. Dus u heeft helemaal gelijk in. Er is een bepaalde... Maar ja, het is ook... Kijk, die banken zijn inderdaad... die banken zijn doorgegaan. Maar het is natuurlijk ook wel een situatie dat als je zegt van... Nou, we rijden op het... we rijden fout. Maar kijk, als iedereen daarbij staat en staat te juichen... Ja, dan is het... Dan kan ik me ook nog wel voorstellen dat je denkt van... Waarom zou ik dit niet doen? Maar, nogmaals... Het is heen, en dat heb je natuurlijk, ik bedoel, in de professionele wereld worden dat soort producten onderling niet verhandeld. Men koopt de onderliggende basisproducten, want die begrijpt men beter, die kan men beter managen qua risico. Dit is deze samengestelde producten, die zijn er vooral om in die samenstelling voldoende marge te bouwen, dat je als bank er heel veel geld aan overhoudt. We hebben ook eerder gehoord dat banken eigenlijk de enige zijn die het echt kunnen doorgronden qua financiële... Dat denk ik wel. Ik denk het ook, ja. Ja. En wat ik bedoel, maar ook met de winstmarges, betekent dat met die exotics, is dat gebleken is, ook in rechtszaken met Duitse tegenpartijen, dat de ontvanger, dus in dit geval de corporatie, met een groot verlies begint zonder dat hij het weet. En dus heel veel winst moet maken om überhaupt er goed uit te kunnen komen. Ja, maar is dat nou zinvol om renterisico's over een periode van 40 of 50 jaar al te willen afdekken? Ja, dat is weer... Ja, kijk, want dan komen we weer bij het meer het plain vanilla, het gewone renterisicomanagement. De kaders ontbraken, zoals al gezegd. En wat is een verstandig iets? Kijk... Banken, of tenminste corporaties, die hebben wel een soort van fictieve afschrijving, maar eigenlijk wordt er niet afgelost. Dat blijft maar uitbreiden. En op een gegeven moment heb je dan het idee van dat is een soort van permanente schuld die je opbouwt. Wat voor renteloptijd hoort daar eigenlijk bij? En dat is een lastig proces. Wij werken inderdaad, zoals u zei, we werken ook voor Wereldbank en IMF, voor landen. Bij het agentschap van het ministerie van Financiën worden dit soort analyses heel nadrukkelijk gemaakt. Van wat vinden wij een acceptabel risicopunt? En zolang je dat maar vaststelt, kan je daarbinnen opereren. We gaan zo even een korte sanitaire stop maken. Eén slotvraag voordat ik dat even doe. U had het straks over een doorzakoperatie 2008 bij Vestia. U heeft ook uitgelegd wat dat betekende. Ja, je zet het om in een normale lening met een rente. Het wordt eigenlijk uitgesmeerd over de looptijd, de kosten die je daarvoor dan moet maken om het om te zetten. U heeft op een gegeven moment het CFV geadviseerd en we zien daarna, bij het oplossen van het derivatenprobleem van Vestia, zien wij nu een grote doorzakoperatie. Wat is er toen precies gebeurd? Was dat nog het even snel wegwerken van rommelderivaten voordat dit grote pakket werd afgekocht? Of? Nee, zeker niet, denk ik. Wat er toen, kijk, op een gegeven moment begin 2012, ik denk, er was al een klein begin gemaakt in december 2011 met de afbouw van de posities. Dat Cardano werkte toen voor Vestia en deed dat. Die kunnen daar ongetwijfeld zelf beter over vertellen. Maar het ging er dus om van hoe kunnen we de liquiditeitsrisico's zoveel mogelijk verder beperken. Hoe kunnen we het zorgen dat er niet verdere verliezen worden geleden en dat er niet verdere margin calls, onderpandverplichtingen richting de banken zijn. Nou, een van de manieren om dat te doen is een doorzakoperatie. Dus dat wil zeggen dat je inderdaad die rente die dan in die swap zit, eigenlijk verplaatst naar de rente op de lening die daaronder ligt. Mm-hmm. Of dat je, dus op die manier is er zonder een hele serie, dat was toen met de Nederlandse Waterschapsbank. Er stond een hele serie leningen waren er bij de Nederlandse Waterschapsbank met een variabele of een korte rente. En er waren swaps en die zijn als een pakketje samengevoegd en in één lening gezet. De nominale omvang, als ik me niet vergis, was 1,8 miljard.
Wat is precies gebeurd? Dus men wilde dat liquiditeitsrisico beperken. Dat is eigenlijk is het afwikkelen van de posities bij Vestia. Zo in die context moet u het zien. Oké, ik schors de vergadering voor 5 tot 8 minuten.
Verzoek de griffier de getuigen weer binnen te leiden. Ik heropen de vergadering, heren. Als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was blijven doorgaan met producten goedkeuren en uiteindelijk ook al die zaken borgen, die onderliggende leningen, zou Vestia dan uiteindelijk niet in problemen zijn gekomen? Die mag je hebben. Oké. Okay, als u zegt van... Stel nu dat er grote verliezen waren geweest bij Vestia en een negatieve cashflow door de jaren heen in de komende 50 jaar zou zijn geweest. En het WSW had dat allemaal willen borgen. Uiteindelijk heb je het dan over misschien hele grote bedragen. Hè? Ik bedoel, we hebben net al aangegeven dat bij ongewijzigd beleid... met een stabiele portefeuille van Vestia, de negatieve marktwaarde al was opgelopen vandaag tot 6 miljard. Je hebt uiteindelijk ook een situatie dat ook andere dingen kunnen gebeuren dan alleen de derivatenpositie, waardoor er een nog grotere negatieve kaspositie ontstaat. Hè. Op een gegeven moment krijg je een verliesgevende corporatie. Dan had je een situatie gehad dat mogelijk kunnen hebben, het risico, dat er steeds meer geld zou moeten worden geborgd. En uiteindelijk hebben we het, dan komen andere aspecten. De regelgeving van het WSW staat het niet toe, want je hebt regeltjes over de 50%, mag maar maximaal tot 50% van de WOZ-waarde geleend worden. Je krijgt in feite staatssteun, dus je komt in allerlei situaties in de toekomst. Waarbij je kan afvragen, is de overheid die uiteindelijk daarvoor verantwoordelijk is in staat om zoiets te doen. Dus het is een theoretische exercitie met in praktijk nog veel grotere risico's. Ja, je zegt ook staatssteun, omdat het Rijk en gemeenten de achtervang doen van het WSW. Precies. U zegt ook net 6 miljard zou nu dan de negatieve positie zijn geweest, ja. Grosso modo. Ja. Wat zou dat betekenen hebben voor de liquide positie van Vestia aan het moeten storten van margin calls? Nou, voor dat bedrag. In die zin dat je dat additionele bedrag. Met andere woorden, er zouden veel meer leningen moeten worden aangetrokken. En uiteindelijk moet dat allemaal uit de huurinkomsten, moeten de rente voor betaald. Dus je krijgt uiteindelijk een situatie die hopeloos is en door de overheid via het WSW steeds maar geborgd wordt. En je wil natuurlijk een situatie hebben waar je in huizen investeert en niet in derivaten. En er komt ook een situatie op een gegeven moment, als je van de bankenkant af kijkt. Banken hebben... los van dat onderpand storten, zitten er in derivatencontracten ook zoiets als break clauses. Dus om de 5 jaar bijvoorbeeld kan een van beide kanten kan zeggen van jongens, we willen eruit. Op zo'n moment moet je afrekenen. Had natuurlijk ook, als je de situatie net stelt, dat het alleen maar doorloopt en op een gegeven moment ook vrij publiek is wat er speelt, want dit was niet lang onder de oppervlakte te houden, dan gaan banken op een gegeven moment ook zeggen, en die krijgen van hun riskmanagers te horen, hier willen we niet meer in zitten. Zelfs al zit de borging van de staat er, dit ruikt niet goed.
Dus die krijgen misschien de indicatie van dat ze eruit moeten stappen, dat die break clauses geactiveerd moeten worden op het moment dat, dat die datum er is. En dan moet je wel hard afrekenen. En dan wordt iets wat een marktwaardeverlies is, wordt een hardverlies. Dus dat risico was er ook nog een keer. Wat we wel vaker hebben gehoord in de openbare voren is dat als Vestia maar de rit zou uitzitten, tussen aanhalingstekens, dat wil zeggen wachten tot alle contracten vanzelf aflopen, dan gaat die marktwaarde uiteindelijk allemaal naar nul. Klopt dat? Theoretisch dan? Theoretisch, ja. Maar als we 50 jaar wachten, uiteindelijk gaat het naar nul. Was dat nou een reële optie? Ik denk dat, we hebben al gezegd, hè, dat ik heb die term rogue traders wel eens laten vallen. In de financiële wereld wordt dat aangemerkt voor die paar mensen, die handelaren bij banken, die zeg maar een serieus verlies zodanig dat het misgaat. Jerome Kerviel is er een van geweest, Nick Leeson is er een van geweest. De verliezen waar we hier over praten, marktwaardeverliezen, die waren veel groter dan waar Nick Leeson Barings Bank mee heeft opgeblazen. Als Nick Leeson had gezegd, jongens, blijf maar op die positie zitten, of, want op een gegeven moment komt het wel weer goed, misschien was dat wel waar geweest. Maar de vraag is of dat verstandig beleid is. Ik bedoel, er is op een gegeven moment ook zoiets als dat je moet zeggen van, jongens, zoveel risico hebben we gelopen, we nemen dit risico over. In de financiële wereld zet je, als je die risico's niet acceptabel vindt, zet je er een streep onder. En dan zeg je, we nemen verlies. En dat verlies nemen hier is het, dat kan het afwikkelen van de transactie, maar het kan ook tegensluiten, dat het verlies niet erger wordt. Dan zitten die derivatenposities, die zitten daar nog wel, maar je lokt het verlies in. Nou, dat is wat, de wereld waaruit te komen is dat de normale reflex om dat te doen. Omdat je gewoon niet weet wat je verder op je bord krijgt. En als ik de overheid zou zijn, bij wijze van spreken, dan zou ik niet zo'n open positie willen hebben. We hoorden de heer De Vries spreken over een borging door het WSW van een extra 2 miljard. Daarmee had hij naar zijn mening de portefeuille wel kunnen afwikkelen via een langlopende lening. Was dat een optie geweest? Nou ja, het was 2 miljard, maar in die periode waarin wij ernaar gekeken hebben, hè, dat was van eind september tot januari, februari. Toen fluctueerde dat al gigantisch. Die bedragen, daar kwam nog eens een keer een miljard bij. Dus, en wat we net zeggen, als we het nu nog hadden lopen, dan waren er nog een paar miljard bijgekomen. Ik bedoel, er is een, dat is, als wij op die manier, als we dat acceptabel zouden vinden, dan zouden wij ook met de staatsschuld heel anders om moeten gaan. Dan spreek je toch op een heel, dan zit je ineens heel anders tegen de wereld aan te kijken. Wij zouden dat, ja, dat is boekhouden en dat is niet risicomanagement. Als ik de vraag even vertaal, in waren er nou andere scenario's mogelijk geweest dan die eenmalige afkoop van 2 miljard met de banken? Ja, die waren er. In welke vorm? Nou, er is natuurlijk een spectrum aan alternatieven die je kan bestuderen. Eén variant, een extreme variant, is dat je zegt, die huizen waren ondergebracht als hypotheek bij het WSW, dus die zaten, hè, daar kon men al niet aankomen. De derivaten waren formeel niet geborgd, of de marktwaarde daarvan was formeel niet geborgd door het WSW. Nou moet ik zeggen dat de WSW in de communicatie daar wel wat onduidelijkheid richting banken heeft gelaten. Vanaf zeg maar het instemmen, het nadrukkelijk instemmen als politieagent min of meer met de derivaten die daar aangegaan werden. Maar ook dingen als swaplimiet, liquiditeitsfaciliteit en dergelijke toch een bepaalde indruk heeft gewekt dat er misschien toch wel meer zekerheid bij het BSW zat dan er formeel zat. Maar dan had je kunnen bedenken, als dat niet geborgd is, is een extreme situatie waarin je zegt van oké, we laten Vestia omvallen. De huizen en de leningen starten door. Die zitten bij de sectorbanken, dat stem je goed af, dat start je door. En de banken die hebben een volledige verlies te nemen. Dat was een extreme variant geweest. Er wordt wel eens gedacht van nou dat had het hele systeem doen omvallen. We hebben dat zelf ook geprobeerd door te denken.
Dat weten we niet zeker, heel eerlijk gezegd. Dan zouden we die optie, die variant zouden we niet direct afschrijven. Dat is één. Een andere variant is inderdaad, helemaal aan de andere kant, is dat je alles blijft financieren. Dus dat wat u net voorstelde, van als je waardoor was gegaan en de risico's open had gelaten. Daartussenin is een variant gekozen om met de banken een deal te sluiten. Waarbij de banken, als ik me niet vergis, iets van 300 miljoen hebben moeten laten liggen. En de rest is bij de corporatiesector terechtgekomen, vooralsnog. Daarvan kan je natuurlijk afdenken, is dat een goede deal geweest? Want daar zat natuurlijk, zoals u zelf zei, er zitten allerlei verschillende soorten derivaten in die portefeuille. Sommige waren redelijk legitiem, de andere waren serieuze rotzooi. En had je dan niet meer differentiatie tussen de banken aan moeten leggen in het onderhandelen hierover? Had je niet degene die de echte rotzooi hadden verkocht zwaarder moeten laten bloeden dan degene die misschien pure plain vanille hadden verkocht en misschien niet het zicht hadden op hoeveel risico daar, of in welke mate dat wel of niet risicoafdekking was? Dus in dat spectrum zijn er dus diverse varianten. Was dat dan mogelijk geweest aan de hand van de producten die door banken waren verkocht aan Vestia? Was daar voldoende inzicht voor om dat te hebben kunnen doen in die onderhandelingsfase? Ja, die portefeuille lag er. De portefeuille was goed in zicht gebracht door Cardano. Het is misschien een toevoeging. Het CFV als toezichthouder had wel de houding dat zij toezichthouder moest blijven. En dat Vestia met oplossingen zou moeten komen. En Vestia, als die zegt, ja, er waren allerlei andere oplossingen, die hebben wij niet gezien, behalve wat losse flodders, maar geen enkel uitgewerkt plan waar hoe het anders dan zou moeten gaan. Maar welke bank had er bijvoorbeeld de meeste rommel of rotzooi verkocht? Ik denk bij ons weten Deutsche Bank. Deutsche Bank. Er waren ook wat Franse banken tussen, maar die waren kleiner in omvang, maar zeg maar over het geheel genomen zat daar wel een. Die springt er wel uit. Er kwam op een gegeven moment ook vanuit de politiek een harde eis van afwikkeling. We gaan het nu stoppen en uiteindelijk leiden dat hij die term sheet afkoop van 2 miljard euro. Was dat dan, heeft de politiek daarmee een slechte onderhandelingspositie gecreëerd door te zeggen van we moeten er nu mee stoppen? Nee, ik denk dat het heel logisch is dat je zegt we gaan nu het risico stabiliseren. We hadden een open risico, die gaan we iets minder groot maken dat we het risico acceptabel vinden. Mm-hmm. Dus dat is niet de onderhandelingspositie. Waar Patrick nu ook net aan zegt, is de onderhandelingspositie van de overheid was faillissement. En dan hadden de banken waarschijnlijk hadden de banken niks gehad en dan waren ze misschien naar de rechter gestapt. Maar ze hadden wel een hele zware kaart die ze konden uitspelen. En dat was niet doordat ze het risico hebben afgedwongen door het risico langzamerhand dicht te zetten. En nogmaals, het risico is nog steeds open in de portefeuille, maar het is belangrijk naar teruggebracht. En dat heeft volgens mij geen onderdeel gevormd in de verzwakking van de positie van, zal ik maar zeggen, de Vestia. Even een kanttekening. Wij waren in dat stadium geen adviseur meer bij het CFV op dit dossier. Even terug naar de relatie banken en borging BSW. Ik hoorde u net zeggen van ja, uiteindelijk haken ze af die banken. Maar was die borging door het BSW niet juist een geweldige prikkel, een trigger voor die banken om te zeggen, nou, nu hebben we een prachtige open poort die we intrappen en we gaan die producten verkopen aan die corporaties? Nou ja, het is... Want we lopen geen risico. Dus er zijn meerdere aspecten. Hoe formeel de borging lag, was al onduidelijk. Hoeveel wordt er nou geborgd? Nadat in december 2008 dat probleem ons ontstaan kwam, het WSW met die swaplimiet, die tijdsfaciliteit, toonde dat ze daarin iets deden. Dus dat ze dat erkenden als een positie waar het WSW een rol had. Dat is één. En ik denk ten tweede, in de hele aanloop stonden ze, wat ik eerder zei, stonden ze er als een politieagent bij en zeiden ze, ga je gang. Dus
En er is daadwerkelijk wel dialoog geweest, ik heb ook later dat teruggezien, tussen banken en het WSW van kan dit en mag dit? En dat werd ja tegengezegd. Dat was eigenlijk uw vraag, is er vanuit de banken gedacht van het is weliswaar niet geborgd, maar uiteindelijk is het wel geborgd, hè, want de overheid zit er zo in. En ik denk dat dat een redelijke analyse is. Goed, ik ga even naar collega Bashir. Zo net hebben jullie verteld dat de heer De Vries niet weg kon, omdat er een onderzoek liep van het Openbaar Ministerie. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Wanneer hebben jullie dit gehoord? We hoorden achteraf dat er een onderzoek was, toen de heer De Vries werd opgepakt. Stond in de krant op een gegeven moment dat hij was gearresteerd. En toen hebben wij het ook gehoord. Dus wij hebben daar geen andere informatie dan wat wij uit de krant hebben vernomen. Oké, je hebt het gewoon uit de krant vernomen. Ja. Nee, dat is duidelijk. We hebben hier gisteren ook een aantal... afgelopen week hebben we een aantal mensen gehad die zichzelf niet een tussenpersoon zien, maar ook niet als een adviseur, want ze hebben geen vergunning om advies te geven. Ze zagen zichzelf meer als agent. En zij waren degene die de banken dan vervolgens koppelden aan de woningcoöperatie. Of zij zeiden zelf van ja, we brachten ze bij elkaar, we brachten ze met contacten met elkaar. En dan is allereerst mijn vraag van... waarom moesten zulke mensen in de sector aan het werk? Want de banken die kunnen toch zelf de coöperaties vinden. De coöperaties kunnen zelf de banken vinden. Kunnen jullie daar ook jullie licht over laten schijnen? Nou, ik heb bij zo'n grote internationale bank gewerkt. En die hebben een bepaald niveau van omvang van het soort klanten wat ze willen bedienen. Ik denk dat als je naar... De corporatiesector kijkt op zich in zich heel wel redelijk groot, maar toch voor de individuele transacties, even los, als je niet weet dat daar derivaten gebeuren, dan is dat voor die hele voor die grotere banken niet echt hun normale business. Als blijkt dat er komt er iemand aan en die zegt, hé, je kan daar interessante derivatentransacties doen. En kijk, op dat moment dan wordt iedereen wel wakker. Want die zijn eigenlijk behoorlijk lucratief. Dus toen zijn ze er na maand opgedoken. Dus het is niet zo heel gek dat zeg maar eerst die corporatiesector niet op het radarscherm van die grotere banken zat. Dat van die grote internationale banken. Dat later door middel van dit soort aanbrengen van deze partijen wel is gebeurd. Maar ja. Je kan het ook wat dichter bij huis trekken. Kijk, ook de waterschapsbank, de Nederlandse waterschapsbank, de sectorbank, die maakt voor hun basisrenteleningen, maakte ze gebruik van zo'n tussenpersoon, waarbij je op een gegeven moment kan afvragen van waar... Ja. Bedoel, dit zijn hun eigen klanten. U noemt deze mensen ook tussenpersonen en geen agenten. Ja, het is een... Dit is een verschil. In die zin, je bent bemiddelaar. Ja. En dan krijg je een vaste fee. En ik ben niet zo bekend met agent, moet ik zeggen. Maar goed, ze bestaan wel. Ja. En, dan ben je alleen maar een introductie en kan je blijkbaar een winstdeling krijgen. Ja, er was ook nog iemand, dat volgens mij, als ik mij niet vergis, was het de heer De Vries. Die zei, ja, het maakte niet zoveel uit dat deze mensen ook nog een stukje van de winst kregen. Want ja, het was niet onze winst. Het was de winst van de bank. En dus ja, dat ze geld verdienden, dat maakt niet zoveel uit. Dat is typisch een boekhoudkundige stelling, want hij kreeg geen rekening. Uiteindelijk moet er inderdaad iemand betaald worden. Maar wat natuurlijk zo is, er is ook op met name de plain vanilla, is er weinig winstmarge, dus zal die weinig hebben verdiend. Op de meer obscure producten is er een hoge winstmarge. En daar is natuurlijk ook... Er zijn producten die alleen Deutsche Bank maakt, niemand anders. Dus daar is helemaal geen prijsconcurrentie. En daar is veel winst, neem ik aan, gemaakt. En daar hebben zij een onderdeel van gekregen. Maar die winst zit natuurlijk wel ergens in de prijs verdisconteerd. Er zijn geen free lunches.
Maar er is geen rekening. Dus je als boekhouder zeg je, ja, ik heb het niet ontvangen. Dus hij heeft altijd gelijk. Ja. En u had het net over het uitzitten van de rit. Stel hè, dat de Vestia portefeuille niet afgekocht was, maar de rit was uitgezeten. Dan zei u dat op een gegeven moment de banken toch nog zouden afhaken. Het risico zat erin. Kunt u nog daarop ingaan? Waarom zouden de banken afhaken? Want de overheid die borgde toch... Precies, als dat weer geborgd. Nee, ik denk dat wat gezegd werd, dat hadden we over de break clauses, dat je niet weet hoeveel in de toekomst uiteindelijk op een gegeven moment de negatieve marktwaarde is, hoeveel daar dan geleend moet worden, ja. Hoeveel de banken aan Vestia zou moeten lenen. Maar als dat, en dat heb ik volgens mij in het begin ook gezegd, als de overheid een blanco cheque geeft, dan uiteindelijk... zou dat na 50 jaar opgelost zijn. Maar in de tussentijd is het, ja... In de tussentijd heb je wel rentelasten. Ja, en die kunnen op een gegeven moment ook, zegt u dan... Maar is dat ook... De winst overstijgen, waardoor dan ieder jaar een verlies is. Nou ja, op een gegeven moment heb je 5 miljard aan huizen... Ja. En heb je 15 miljard aan schulden er tegenover staan. Dat is, ik bedoel, ja, wat voor organisatie spreek je dan nog over? En als je op een gegeven moment negatieve verliezen in de cashflow aan te geven, dat zou misschien niet 50 jaar hebben geduurd, maar 100 jaar voordat je eruit komt. Maar goed, uiteindelijk is er nu ook een oplossing, waarbij we denk ik nog vele jaren het verlies wordt uitgesmeerd. Het woord is hier van de heer Groot. Ja, dank wel, voorzitter. Even nog een paar aanvullende vragen en wellicht een paar puntjes op de i. Meneer Werner, u zei dat het ongelooflijk was dat er geen risicomanager was bij Vestia. Tegelijkertijd is er een onderzoek geweest van Deloitte en daarin werd gezegd dat de organisatie van de treasury op orde was. In de zin dat er een verschil was tussen back-office en front-office en dat er... op verschillende plaatsen handtekeningen moest worden gezet. Maar zegt u dan toch eigenlijk van, ja, dat onderzoek was niet deugdelijk? Dat precies. Het kan niet zo zijn. Dit is doorsnee manier hoe je een organisatie, financiële organisatie, neerzet. Je hebt een back-office, middle-office en een front-office. En de middle-office doet het risico, onafhankelijk risicomanagement. Die zorgt, die kijkt onafhankelijk naar de trader of hij het goed doet. En dat was niet zo, maar wellicht... hebben ze het op een andere manier bekeken voor corporaties. Maar het lijkt me tekstboek. Ja. En dit gaat niet alleen om financiële instellingen, hè, dat je zo'n organiseert. Ik bedoel, wij gaan inderdaad internationaal de wereld over, komen bij overheden, ook kleinere overheden soms, waar we deze interne organisatie adviseren en proberen met hen in te vullen. Helder. Nog een tweede punt... U zei dat de banken ook producten verkochten waarin het verlies aan het begin zat en dat je heel lang die producten moest aanhouden met de kans dat je het ooit weer terug zou verdienen. Noemen we dit niet gewoon in huis, tuin en keukentaal woekerpolissen? Ja. Nou ja, de banken hebben geloof ik ook in dit specifieke geval in Duitsland ook aan het kortste eind getrokken. Die zijn schuldig verklaard. Maar er zijn dus gewoon woekerpolissen aan de woningcorporaties verkocht? Ja. Lijkt me een goede manier om... Ja, hoewel zij hebben de verzekering niet gekocht. Hier, ze hebben de verzekering verkocht. Dus het was nog veel erger. Ik bedoel, ze kregen... Ze betaalden en geld. Ja, ze kregen wel een premie, maar die premie was... ze betaalden dus en winst, zeg maar. In winstgevende transactie deden ze. En ze namen er nog risico mee ook. Nou, en helemaal tenslotte, u hebt al gezegd dat het uitzitten van de rit... dat u dat eigenlijk zo verstaat dat geen realistische optie was... Er is ook nog gezegd, ik dacht door de heer Groeneveld, van nou, als er nou een garantie was gegeven op de kastelm van woningcorporaties, dan hadden die margin calls helemaal niet gehoeven. Maar hoor ik u dan ook zeggen van ja, de kans was ook groot dat de corporaties zo heel lang in negatieve cashflow zouden zijn geraakt, dat ook dit geen begaanbare weg is. Het is dat je gewoon... Dat je dan eigenlijk failliet bent onderweg als corporatie. Dus dat je ook te weinig cash genereert om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. Er hoort nog een verhaaltje bij. Kijk, de Nederlandse staat doet ook veel aan derivaten. Heeft geen marginverplichtingen. En zal het ook nooit hebben. Heeft ook geen break clauses. Dus die komt nooit in de situatie. Waren de corporaties in staat om goede documentatie
af te spreken met de bank. Want er waren in het begin van de rit van de derivatengebruik de corporaties, waren er ook geen margin calls. Maar alleen break clauses, en die waren zogenaamde optional break clauses. En dan kan je dus eens in de 5 jaar, 7 jaar of 10 jaar, ga je kijken hoeveel waarde de transactie heeft. En vervolgens reken je onderling af. Dus met andere woorden, als het WSW, wat u zegt, die derivaten in haar borging had meegenomen, dan had het ook moeten zorgen dat er geen tussentijdse breekklossen waren geweest. Dat hadden ze netjes moeten bekijken. Daarnaast had je ook de situatie gehad dat er dan eigenlijk, zo door de Vries bijvoorbeeld, een blanco cheque was gegeven om te gokken. En voor de banken natuurlijk om nog gekkere producten aan te bieden. Dus je krijgt een hele rare situatie. Zonder toezicht. Goed, dank u. Geef nog kort het woord aan de heer Mulder. Ja, dank. U zei dat in uw wereld waar u vandaan komt, dat het daar gaat om risico. En u zei eigenlijk zou de heer De Vries een risicoanalyse moeten maken. Maar is dat nou zo? Als de heer De Vries ervan uitgaat dat wat hij doet allemaal geborgd wordt en uiteindelijk een derivaat op nul sluit, dan gaat het toch goed als je maar kan beschikken lang genoeg over voldoende liquiditeit. Dus in de wereld van de borging is die risicoanalyse toch helemaal niet nodig? Nou, hij heeft... Sorry. Ik zou één ding willen zeggen. Bedrijven, organisaties gaan zelden stuk op solvabiliteit. Mm-hmm. Ze gaan stuk op liquiditeit. Daar begint het. En inderdaad, als je maar genoeg liquiditeit erin blijft pompen, Dan zou je misschien dat kunnen doen. Maar dan ken ik nog wat industrieën die de overheid in de tijd de keuzes heeft gehad om dat af te stoppen en te zeggen van hier gaan we niet meer verder. En het is hetzelfde verhaal hier. Punt 2. De Vries wist de regels van het PSW. En hoewel die regels absoluut niet adequaat waren, was een van de regels dat je nooit meer mocht lenen dan 50% van de WOZ-waarde. Dus er zat een limiet hoeveel hij kon lenen, dat wist hij. Maar hij wist niet, hij had geen goed benul van als de rente nog verder zou dalen, hoe ver zijn portefeuille in waarde zou dalen, ook zou dalen. En hoe groot de negatieve marktwaarde zou moeten zijn. En hij zou op een punt kunnen zijn, en achteraf kunnen we vaststellen dat hij dat punt had bereikt, waar zelfs als de WSW binnen de regels was gebleven, ze absoluut geen financiering had mogen geven. Bovendien is het tijdelijke financiering, het was wellicht blijvende financiering geweest, in die zin dat we de rente heel lang, misschien wel 50 jaar, heel laag kan zijn. Uiteindelijk was hij op nul uitgekomen. Maar dan heb je het alleen maar te checken over de derivatenportefeuille. U zei dat de heer De Vries die regels kon weten, maar hij heeft ook gezegd, ja, die regels van het WSW waren ook niet heel duidelijk hoe men ermee omging. Dus had De Vries kunnen verwachten dat de staat een corporatie niet failliet zou laten gaan? Nou, even is die indruk gewekt? Even een stap eerder. Ik bedoel, het feit dat er niet staat dat je het bijvoorbeeld niet mag doen, betekent dat je het moet doen? Betekent dat je je als een wildeman in derivaten kan storten, terwijl je een corporatie bent? Dat is natuurlijk het eerste punt. Hè? Ik bedoel, moet je er überhaupt aan beginnen? Het feit dat hij geen risicokader heeft, betekent niet dat hij maar van alles en nog wat moet gaan doen. Je wil nog wat zeggen. Ja, nogmaals, de regels die waren er, dus die kende die. Dus hij wist dat er niet een ongebreidelde of een blanco cheque werd gegeven. Er waren zelfs in de oude situatie regels dat het geen blanco cheque was. Dus misschien nog één ding. We hebben natuurlijk heel veel op de liquiditeit en de kasstromen gelet. En dat is denk ik waar het primair om gaat. Maar als je dit voor de duurzaamheid wil zien, dan is ook misschien de balans relevant. En als je op een gegeven moment, denk ik al in de beginfase,
dicht aan zit tegen een, hè, als het allemaal gefinancierd zou zijn, tegen een situatie waarbij je gigantische schulden hebt aan de ene kant en een beperkte portefeuille aan huizen, tenminste met qua waarde, aan de andere kant die niet, dan zit je met negatief eigen vermogen. En dan mijn laatste vraag. U zei van als je zo diep in de schulden steekt, krijg je hele grote rentelasten. De Vries heeft hier betoogd, juist met die derivaten betaalde Vestia een hele lage rente en daarmee hebben we die huren laag kunnen houden. Dus die redenering volgend, als hij door was gegaan, had hij dan per saldo lagere huren gehad of niet? Nee, de optionaliteit, hij zorgde ervoor in zijn portefeuille dat hij echt geen Robin Hood was, maar dat hij de winst vooraf nam. En op een gegeven moment loop je dichter naar de strike datum, dus de datum waarop de opties aflopen. En dan zal je moeten afrekenen. En het zou best kunnen zijn dat die rentes aanzienlijk hoger zouden moeten zijn als hij nu bedenkt. Stel je voor dat die al die derivaten volgend jaar aflopen, bij wijze van spreken. En dat je dus naar dat niveau. En dat die derivaten, heel veel derivaten zijn op 4,5, 5, 6% afgesloten. Wat dat strike niveau of die cap betreft. De rente op dit moment zit op 2%. Dus het feit is dat je die transacties hebt gedaan, betekent dat je van het moment dat je werkelijk dat geld nodig hebt en de investering en de financiering moet aantrekken, en zeggen dat het op die 2% zit, dat verschil, dat lok je in voor de looptijd van, dus die huren die kunnen daar niet mee lager worden. En uiteindelijk gaan die huren, moet je voor die, betaal je daarvoor, tenzij je op een gegeven moment, want je wordt wel, je wordt door die banken op die opties, die worden uitgeoefend op het moment dat het in je nadeel van Vestia is. En daar ga je de prijs betalen. Dus de aanname van de Vries over het WSW klopt niet en de redenering dat hij de huren lager kon houden klopt ook niet? In het verleden wel, maar hij leeft er risico mee dat het in de toekomst zeker niet verzekerd was. Goed, we gaan afronden. Nog een laatste vraag voor u. Is het zinvol of mogelijk überhaupt dat woningcorporaties in de zoektocht, al of niet met het WSW, naar alternatieve financieringsvormen, dat ze zelf met schuldpapier komen of dat ze met zo'n EMTN-programma nog weer wat gaan doen? Is dat eigenlijk zinvol? Wat is daarvoor nodig? Om ook een beetje van die sectorbanken los te komen. We hebben dat eerder hier gehoord. Ons antwoord zou het volgende zijn, denk ik, hierop, dat de sectorbanken aan de inleenkant hebben natuurlijk geweldige concurrentie met andere partijen. Zijn geweldig ervaren met het inlenen van goedkoop geld, dat doen ze heel goed. Aan de andere kant, uitlenen aan corporaties, hebben ze een 80%, en ik denk zelfs nu 100% marktaandeel met z'n tweeën. Dus het is op zich niet zo gek dat de grotere corporaties, die ook nog eens een keer staatsgegarandeerd zijn, kijken of er niet andere instituten zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, lange leningen aan ze willen geven. Dat denk ik dat legitiem is. Er werd ook een opmerking gemaakt dat medium-term noodprogramma, dat alleen korte looptijden zijn. Dat is niet het geval. 30 jaar geleden was het de medium-term nood, maar inmiddels kan je ook 30 jaar, 40 jaar of 50 jaar looptijd krijgen met een medium-term noodprogramma. Goed, ik sluit deze vergadering. Dank u wel.